Leuk dat je luistert naar de Dik voor Mekaar Feyenoord Topshow, de podcast over de bekerwinnaar met Skeeter Sjoerd en de grote schrijver. Nou, gespeelde vrolijkheid. Ja, je moet jezelf toch een beetje gespeelde vrolijkheid. Je moet jezelf een houding geven op zo'n dag. Is moeilijk. Hè? Want je hebt het allemaal nog nooit meegemaakt, zoiets. Dus ja, hoe gedraag je je? Ik denk een beetje zoals mensen die van de geloof vallen, weet je wel. Die heb je toch van die mensen. Ja, kijk, ik ben er documentaires over gemaakt, man. Ja, zo iemand als bijvoorbeeld Louis van Gaal. Die katholiek is opgevoed en die is van zijn geloof gevallen. Nou, dat lijkt me heel onwennig, zo die eerste dagen. Ja, je mist nadat die houvast weg is. Ja, je houvast is weg. Dat is het natuurlijk een beetje. Is weggeslagen onder je. Elke ochtend sla je die krant open en ga je op zoek naar dat bericht. Het is niet waar, maar het is wel waar. Het is wel waar. We moeten ons erbij neerleggen. Ja. Nee joh, moet niet zo spastisch doen joh. Ik zat naast Jan Boskamp van de week. Ja, toen vroeg ook iemand, Frank Naughty, die vroeg aan hem van... Arne Slot gaat weg, hoe moet het nou verder? Toen zei Jan Boskamp, ja, dan komt er een nieuwe, hè? Ja. Ja, nou, heb je gelijk het. In. Zo is het. Er komt weer een nieuwe. Alleen, er komt geen nieuwe Arne. Nee, er komt geen nieuwe There's Arne. There's only one Arne Slot. Dat is zo, ja. Hè? Ja, het is allemaal wat we allemaal meemaken. In één week tijd, hè? In snel gegaan, hè, is het? Ja, gelukkig, godzijdank wel. Ja. Daar zag ik echt tegenop, weet je wel. Het was voor jou ook niet leuk geweest. Nee, deze dat je keer wekenlang samen met Gary achter die... Gary was de hoofdrol deze week. Gary, hoor. Joh, die was weer doorgedrongen. Nee. Ik heb net een artikel gezien in The Sun, toevallig. Ja. Dat vind ik zo ontzettend goed, hè. Want Gary, die vroeg toch gewoon heel vriendelijk bij die spelersbus, bij Go Ahead. Vroeg hij toch heel vriendelijk aan Slot van... You're in the news. You're in Arnie, the news. Oh. You're in the news. Ja. Can't deny it. Heel goed. Ja. Zowel de vraag als de antwoord was picobello. Meer heeft Gary ook niet nodig. Nee, niet. Eén zin is... Ik en wat even mee die trappen op voor de shot. En dus ging hij die trappen op. En cameraman trouwens ook goed. Ook goed. Bleef lekker op afstand. Ook een been-around, die man. Ja. Dat merk je wel. Ja. Ook niet de eerste trainer die achtervolgt. En dan die beveiligingsman, die houdt Gary heel vriendelijk zo'n beetje op afstand. En Gary accepteert dat. Maar de Sun, die ziet daar toch een stukje in. Ja, ja, dus mooi, die hebben van die screenshots gemaakt. Ja. En die maken dan een heel artikel. Dat de Sky Sports reporter Gary door de entourage van Arne Slot werd tegengehouden. Ja, nou kijk, het past natuurlijk perfect in het weekje. Het begon op maandag. Ik rijd naar het Veronica Offside. En kreeg een berichtje binnen. Boekmaker zet de Slot op 1 bij Liverpool. Ja. Ja, dat gaat natuurlijk malen in dat hoofd. Gaan al die antennes sturen. Al die antennes die gaan af. Hij deed wel een beetje gek de laatste dagen. Deed hij wel een beetje raar. Ja, waar merkt hij dat aan? Nou, nerveus. Ja, die antwoorden. Nou nee, maar de antwoorden van... Ja, maar als er een club komt verwacht ik wel dat Feyenoord me laat gaan... op basis van wat ik in het verleden heb gepresteerd. Denk maar, waarvan zegt hij dat beetje nou? Voorsorteren. Beetje voorsorteren. Nou, later bleek natuurlijk dat hij het al voor de bekerfinale... Dat contact was al langer, al voor de bekerfinale zelfs. Het is een masterplan geweest. Het is een masterplan geweest, maar dan denk je natuurlijk... Ja, A, hij doet een beetje raar. En B, hij staat bovenaan bij de boekmakers. C, het klopt. Ja. Simpel. Ja. Dus nou ja, dus daar ook gezegd van ja, als de boekmakers hem op één zetten, kan je ervan uitgaan dat het klopt. Plus, zijn gedrag van de laatste week voorspelt natuurlijk wel dat er iets staat te gebeuren. Ja. Nou ja, een dag later kwam dan inderdaad naar buiten dan dat hij... Dus het was die combinatie van die ontzettende bakroutine in combinatie met een diep psychologisch inzicht. Nou, dat ja, gecombineerd. Ik kan het zelf niet beter kunnen omschrijven. Een soort onderbuikgevoel. Ja, ook altijd de onderbuik erbij. Sowieso altijd de onderbuik laten erbij. Spreken. Ja. Ja, als je dat dan door elkaar husselt. Dan ga je anders, dan kan je aan de slag. Dan kan je aan de slag. Dan heb je beginpuntje. Ja, natuurlijk. En dan gaat het grote bellen, appen en stalken dan beginnen. Gaat beginnen. Ja, dan gaat het zeker beginnen. Gewoon helemaal gek maken. Ja. Dus ik kan natuurlijk niet zeggen met wie ik allemaal gesproken heb. Nee, maar met de hele wereld. Laten we daar nou maar vanuit gaan. Ja. Tot maar, ver achter de schermen nou, ben je doorgedrongen. Dat valt ook nog wel mee. Maar het is wel mooi hoe zich dan opbouwt. Hè? Interesse. En dan ga je bellen. Dan blijkt inderdaad dat ze zich woensdag of zo meldt Liverpool zich dan officieel bij Feyenoord. Maar niet met een bod. Staat er overal Liverpool komt met een eerste bod. Nee, die belden zich gewoon van we willen jullie trainer hebben. Nou, prima zegt Feyenoord. Ga maar wat op papier zetten. Nou, dan gaan ze wat op papier zetten. Want het is natuurlijk niet zo dat die Hughes of die Edwards even bellen met Dennis, met Don Dennis en zeggen. Hey, Don Dennis, 9 miljoen. Zo gaat het toch helemaal niet? Nou, Jacques Troost zei dat het zo ging. Ja, Jacques Troost zei dat het zo ging. Ja, dus je wil gewoon iets hebben en dan vraag je hoeveel zo kost ging dat. Het, zo ging het ook met Jacques waarschijnlijk. Ja. Maar dus en dan... Komt dit is echt komt een dat bot. Shot is dit. Dat is ook weer een goed shot. Hè? Live op YouTube wordt het geld geteld. Iedereen weet het nu. Iedereen weet het nu. Dit moeten we er even uitknippen, denk ik. Anders wordt Mick nerveus. Ja. Dat
Dan zie je hem ook die code intikken. Dit is voor het eerst in de geschiedenis. Dit is een hele legendarische uitzending. A, nemen we afscheid van Arend. Ja. En B, voor het eerst in de geschiedenis van deze podcast gaat er iets uitgeknipt worden. Ja, dat is ook waar. Je zag niks volgens mij. Nou, je zag alleen zo'n man voor het beeld verschijnen. Op een ladder. Maar oké, dus hij mag geen gewoon interesse tonen. Interesse tonen. Zet maar even wat op papier. Zet op papier, zegt Feyenoord dan. Nou, dan zetten ze het op papier. Nou, zo fijn, ik kan het dan niet zien meer. Ja, ik kan wel iets zien meer. Nou, dit en dat. Dan willen nog die stafleden erbij. Ja, dan, uiteindelijk kom je dan tot een... want ik belde... Nee, vrijdag is het allemaal wel in de stroomversnelling gegaan. Ja. Dus pak ik de Kloeze laat in de middag. En die zei, ja, het ziet er wel goed uit. Arne moet eventjes nog wat geduldig blijven. Maar we hebben een goed gevoel dat het goed kan komen. Ja, een paar uur later kreeg ik een berichtje van mondeling akkoord en klaar. Nou ja, that's it. Binnen 5 dagen is deze deal gewoon tot stand gekomen. Ja, ja. Tenminste, op de achtergrond speelde natuurlijk al wel langer. Maar ja. Handtekening is nog niet gezet. Hoor. Ook goed van Feyenoord. Ja, hè? Tuurlijk man, boom. Ja, tuurlijk. Wegwezen. Maar waar komen die boekjes dan vandaan? Zeg maar? De informatie die boekjes hebben, waar komt dat vandaan? Die boekjes hebben geweldige informatie, ja. Dus anders kost het ze geld. Ja, ja nee, ze insiders dus, ja. Natuurlijk ergens. Ja, dus, En was die man, die wereldberoemde primeurman, was die niet die al die primeurs heeft, die jongen, die Italiaanse jongen? Ja, die zat er ook bovenop uiteraard. Oké. Okay. Die zat er ook bovenop. Ja. Die primeurman. Nou ja. Hè? Dat is toch de primeurman? Ja. Of niet dan? Ja, mooi hè? Dat is ook een fenomeen, die man. Een fenomeen. Een soort Rick Elfrink, maar dan internationaal. Is dat toch of niet? Wat zit je nou te lachen? Dat is toch zo? Ja. Waar je zin in hebt, hè? Moet je voorstellen, hè? Ik bedoel, jij bent al blij dat dit in 5 dagen gepiept is. Dat je niet weer maanden dat geëmmer hebt. Maar deze man die doet dat wereldwijd de hele dag door. Ik heb wel het idee dat hij wat mannetjes heeft, hoor. Ja, hij en een podcast. Heeft mannetjes. Hij heeft allemaal mannetjes die hem op de hoogte houden, ja. Ja. Fabrizio Romano. Oh ja, Fabrizio Romano. Ik heb zijn naam ook even kwijt. Ja, en dan gaat natuurlijk, dan begint het grote liefdesverdriet. Ja, maar hoe was je er zelf onder? Laten we eerst even naar de grote watcher zelf kijken. Toen de bel eenmaal gevallen was. Maandag al afscheid genomen. Ja, mentaal. Mentaal maandag al meteen streep erin gezet. Gaan we gewoon weer over tot de orde van de dag. Nee, tuurlijk niet. Ik vind het ontzettend jammer dat hij weggaat. Ja, ik ook. Echt ontzettend jammer dat hij weggaat. En we kunnen natuurlijk hier wel urenlang praten over wat hij allemaal veranderd heeft. Dat hebben we van dichtbij kunnen meemaken natuurlijk. Zijn invloed op Feyenoord, wat hij heeft gedaan. En hoe hij de boel op de rit heeft gezet. Ja. Hoe hij de club... als een prins tot leven heeft gekust. Ja, nee, nou ga je wel heel ver. Ik citeer alleen maar wat. Jij citeert nou Wessel Penning. Ja, ik citeer, maar ik kan ook heel veel andere mensen citeren. Want ja, het heeft wel ingeslagen. Ja, natuurlijk, ja. Nee, maar ook, omdat dat vond ik zelf ook... Nou, je hebt ook een soort plaatsvervangende trots. En je gunt het hem ook echt. Ja, tuurlijk. Weet je wel, ik denk ook echt dat het wat wordt daar... Verder niet op heel veel gebaseerd. Ja, maar gunnen houdt hij zelf niet van, hè, dat woord gunnen. Dat Feyenoord hem deze stap gunt. Nee, oké. Okay. Feyenoord krijgt gewoon... slot redeneert gewoon. Ja, ik ga weg en ik zorg ook nog eens dat Feyenoord... Is ook zo. 10 miljoen van plus voor me krijgt. Ja. Dus, geeft ook bij ze, bij dus ze, met niks gunnen. Ook bij zijn vertrek geeft hij zichzelf nog een compliment. Namelijk, ik heb de clubkas gespekt. Ja, dit is echt meesterlijk. Ik ben benieuwd of hij dat ook in het Engels kan. Ik vermoed van wel. Maar dat wordt natuurlijk heel goed. Maar... Tegen Matt van de Sun en... Ja, die zit al klaar natuurlijk. Krijgen die knipoogjes dan, denk je, volgend jaar? Nou, de eerste het beste die na een gewonnen wedstrijd erboven zet, slotmachine of zoiets. Ja. Die zit in de, die krijgt de knipoogjes. Dan denkt hij, daar kan ik mee werken. De koppen waren er alweer, hè? Slots in perfectly en zo, hè? Ja, joh, daar kunnen ze echt wel wat mee, hoor. Ja, dat is echt heel goed. Ja. Maar, weet je wat ik wel jammer vond? Je hebt wel het idee van dat hij nog niet klaar was met Feyenoord laten groeien. Dat vind ik wel jammer. Je zou wel willen weten van hoe ver was hij volgend jaar gekomen in de Champions League. Ja. En met nog meer geld op de bank en misschien nog iets betere spelers erbij. Hoe ver was hij gekomen? Aan de andere kant, ja. Hij gaat nu echt wel als een soort Feyenoord legende de boeken in natuurlijk. Hij heeft weinig fout gedaan, hè? Niks. Hij heeft tekort gezeten, maar hij heeft alles goed gedaan. Dus, ja. Wat je dan ook krijgt is dat heel veel die Engelse collega's ga je dan bellen natuurlijk. Hè? Ja. Van, can you please tell me something about Arnie? Ja, dan ga je natuurlijk de loft op pret steken. Ja. Daar ben ik ook niet te beroerd voor. En dan willen ze toch weten van hoe die onder druk is. Ik heb geen idee. Nee.
Arnie under pressure. Dat is nooit gebeurd. Dat heeft hij altijd voorkomen. Hij heeft in 3 jaar tijd weten te voorkomen dat hij onder druk heeft gestaan bij toch een van de moeilijkste clubs van Nederland. Nee, dat is toch een waanzinnige prestatie. Dat is een waanzinnige prestatie, ja. Koeman heeft onder druk gestaan, van Bronckhorst, noem ze allemaal, maar hij niet, nooit. Nee, maar je bedoelt nu onder druk van buitenaf, door de media en de supporters. Ja. Als je 3 keer voorbij verliest of zo. Of, heel slechte. Eventjes leek het erop bij Drita. Ja, zijn eerste wedstrijd. Zijn allereerste wedstrijd. Toen was er nog een ouderwetse reflex om de trainer na 1 verkeerde wissel de huid vol te schelden. Ja. En 1 fase nog, toch? Naar die Oostenrijkers verloren. Ja. En een gelijkspel in de Kuip tegen. Weet ik het. Fortuna of zo. Maar dat was altijd een week of zo. Ja, een week of 3 dagen. Ze wonnen thuis, verloren ze daaruit met 2-1. Ja. Alles ook gewoon gelijk kunnen spelen. Ik ben dus ook heel benieuwd. Slot, daar is hij zo boos op geworden. Ja. Ik ben ook benieuwd of er nou, wat dat betreft, je kan er uren over filosoferen wie er moet komen en wat er dan allemaal gebeurt. Maar stel nou dat Feyenoord weer ouderwets een koekenbakker aantrekt als trainer. Dat lijkt me ook interessant om te kijken hoe snel die reflex weer terug is van vroeger. Dat denk ik ook, ja. Heel zo snel. Atypisch zijn nu. Het zou heel atypisch zijn. Nee, dit is atypisch wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Ja, okay, maar ik moet nog zien of het atypisch was of dat het nu structureel is. Wat we dat gaan we nu zien aan de keuze van de nieuwe trainer. Hè? Ik heb er wel ik heb er wel vertrouwen in dat het wel goed komt, eerlijk gezegd. Ja. En vorig jaar, toen met Spurs die onderhandelingen, dat werd ook niet lekker ontvangen natuurlijk. Hij bij Feyenoord. Ja, dat hij bleef was het gewoon allemaal weer koekerij. Ja, hij heeft het super slim gedaan, die man. Ook die onderhandelingen voor zichzelf. Hij heeft een Jezus salaris eruit gesleept zonder dat hij als een geldwolf de deur uitgaat. Dat is waar. Terwijl hij het beste betaalde trainer sinds de oprichting van de club is. Ja. Nee, maar we hadden het over fases dat hij misschien wat kritiek kreeg. Ja. Toen met die onderhandelingen met Spurs, dat hij zo'n rookgordijn had. Ja, toen werden mensen een beetje moe van. Ja, daarom is het ook goed dat het nu zo snel gepiept is. Tuurlijk. Maar het is alleen jammer gewoon van... Maar dat maakt het ook weer mooi aan de andere kant. Dat je hebt het idee van... dit is een beetje onvervuld iets toch nog. Terwijl hij dus elk jaar het hartstikke goed heeft gedaan. Ook prijs heeft gepakt. Maar je hebt toch het idee... Er zat misschien nog wel meer in. En dan kom je daar nooit achter. Keertje overwinteren met Feyenoord had echt gekund. Volgend seizoen. Standaard. Dat was het compleet geweest. Overwinteren standaard. Ja, klopt. Ja. Gewoon in januari of Champions League. Ja, ik bedoel de volgende ronde. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Eerste 24. Nee, wat is het beste, joh. He, hij gaat hier weg als de grote koning. Inderdaad, al met de vraag van wat had er nog meer in gezeten. En dan gaat naar Liverpool. Maar dan heb je nog wel een paar harten te winnen nog, hoor. In de overkant. Ja, natuurlijk. De kop Arne. Hoe is Arnie? Arno Hoe. Die is alweer gesignaleerd natuurlijk. Hoe. Ja, dat is ook verbijsterend. Ik had het ook met in die andere podcast over. Het blijft natuurlijk verbijsterend. Dat ze werkelijk geen idee hebben wat zich hier allemaal afspeelt in de Eredivisie kennelijk. Werkelijk waar geen idee. Dat boeit ze helemaal niet. Eilandbewoners. De Premier League en de Champions League. En de rest is allemaal bijzaak. Ja. Kijk aan de ranglijst. Hey, is dat 9 punten achter op PSV? Of pakken ze dan Bos niet? Ja, daar hebben ze ook die koppen, zag ik ook gelijk, van alarm in Liverpool. Deze is nog slechter dan Ten Hag. Ja. Hadden ze die wedstrijden naast elkaar gezet. Totaal scheve vergelijkingen. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar ja. Ja, maar ook de pundits, hè? Ja, ook, pundits. Ook niet zo onder de indruk. Moest hem googlen, zeggen ze. Ja, Robbie Fowler moest hem googlen. Ongelooflijk. Nou, dan heb je wel een beeld, toch, als je hem googelt. Ja. Ik denk dat hij dan allemaal stukken van mij heeft zitten lezen, denk je die? Ik denk het wel, ja. Dat even door de Google Translate gehaald? Ja, dat zal wel, ja. Ik kan het ook wel zeggen dat ik door Robbie Fowler gelezen ben. Ja, maar door wie ben jij niet gelezen, joh? Ja, nou, in ieder geval door Robbie Fowler. Ja, zeker. Maar juist, joh, toen is, kijk, jouw generatie gaat er toch... ik had het idee, jij was ook wel even van slag. In de steek gelaten? Nee. In de steek gelaten. Je hebt dat tweetje met die foto van hem... Ja, dat sprak heel veel emotie uit. Nou, eigenlijk niet zo. Oh. Het was juist zo. Ik vond het gewoon grappig om te vragen. Wat vinden mensen? Moeten we nou gewoon door? En ja, gaat hij door? Gaat hij van de muur? Of blijft hij hangen als held? Maar ik was eigenlijk vrij snel overheen. Omdat het Liverpool is. Omdat het gewoon top 5 van de wereld. Liverpool is wel, dat is wel een van de grootste clubs van de wereld. Niet de grootste club van de wereld. Dat las ik ook ergens. Dat is natuurlijk gewoon Real Madrid. Nee, zeker. Maar het is gewoon fantastisch om daar een trainer aan af te leveren, toch? Ja, natuurlijk. En ik heb gewoon... misschien is de vader wens van de vader van de gedachte andersom, ik weet het niet. Maar Te Kloeze heeft wel structuur neergezet waarvan ik denk... Zij gaan op zoek naar een trainer die hierbij past. Bij het voetbal,
Ja, qua had ik data, ook wel, ja. Dat hoop ik, ja. Ik dacht toen die Pusic werd genoemd, toen dacht ik, nou, er zit in ieder geval een idee achter. Ja, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet, maar er zit een idee achter. Ja, ja, idee nou, van, dat is al heel wat. Nou, dat vind ik al heel wat. Normaal gesproken, komt, zou er toch ook heel normaal raar gesproken zijn. Komt er een tegenovergestelde. Maar het zou toch heel raar zijn als denken, we hebben 3 succesvolle jaren gehad. Ja, maar ja, in, normaal gesproken zou dat gek zijn, maar in het voetbal is dat, gebeurt dat wel eens. Ja, dat is waar. Ja. En bij een club als Feyenoord dacht ik, in niets, verleden wel. Dacht ik niets uitgesloten. Maar ze hebben nu ook een nieuwe head of Academy of zo, toch? Die ja, joh, maar dus, trek iemand anders zo'n doktersjas aan. Het is gebaseerd op data en heel lang is het door een hele grote commissie heen gegaan. En ik heb het idee dat het met de trainer ook gaat gebeuren. Dat het niet zomaar even iemand doet het goed bij Utrecht. Dat is een lunch bij Loos even voor het beslissen wie de trainer van Feyenoord wordt. Zo ging het voorheen. Maar hij doet het toch goed. Ik geloof ook niet dat ze daar een hele vergadering over gaan beleggen, hoor, met Jan en allemaal. Dan gaat Don Dennis stukken vervangen. Ja, nou, zelf beslissen. Vind ik goed. Ze leveren denk ik heel veel aan en dan gaat Don Dennis zelf beslissen. Maar dat, ja, er is wel veel voorwerk gedaan in tegenstelling tot voorgaande jaren. Ik mag het hopen, ja. Dus ze waren vorig jaar natuurlijk al bijna geconfronteerd met die weg zou gaan. Ja. Maar dat sterkt me wel gewoon. Dat geeft jou vertrouwen. Nou, dat er weer een goede trainer komt. Maar goed, dat is allemaal het sportieve en zo. Dat is eigenlijk het pakje aan van Sjoerd. Want Sjoerd wil gewoon elke week 3 punten. Maar wij willen gewoon... Kijk, we hebben ons 3 jaar enorm vermaakt met die Arend. Ja, natuurlijk. In deze podcast. En ik weet niet of mij dat met Pusic bijvoorbeeld ook lukt. 3 jaar lang. Dus ik wil wel een beetje een leuke, excentrieke... Ik heb liever een soort zeeman. Ja, ja. Een kettingrokende Italiaan. Die gewoon niks zegt. Dan een of andere... Pusic is denk ik wel leuk, hoor. Ja? Dat is wel... Wat is er leuk aan als een energieke, emotionele man. Daar ga je echt wel wat dingen uitkrijgen. Nee, ik wil er helemaal niks uitkrijgen. Oh, oké. Ik wil gewoon college elke vrijdag. Nou nee, daar ben ik wel blij. Ik ben wel blij dat we... Ik bedoel, voor de podcast is het misschien wel... misschien een beetje vloeken in de kerk. Maar voor de podcast is het misschien niet eens... Nou? Ja, dat hij opgepleurd is, die Arend. Want anders had je nog 3 jaar... hetzelfde riedeltje moeten... ja, je zit mij aan. Maar met wie moet ik nou moet over, niet persoonlijk met wie moet nemen? Ik nou over voetbal praten dan? Ja, maar jij... 5-2 niet boven knieën of dat soort dingen. Ja, maar we krijgen toch in de Voetbal Internationaal, het blad met de grote rijkwijd, krijgen toch Inside Anfield elke week 4 pagina's voor jou? We kunnen er wel een podcast van maken. Ja. Inside Anfield. Dat zou wel wat zijn, ja. Dat maar kunnen in we deze wel podcast kunnen we toch sowieso Slot bespreken en de nieuwe Feyenoord. Ja, nee hoor, Sjoerd, weg is weg. Ja? Weg is natuurlijk. Nou, misschien in een aparte, hele lucratieve podcast... Inside achter een betaalmuur. Achter 7 betaalmuren. Ja, daar gaan wij om. Maar niet via Play. In het Engels ook, doen we hem, of niet? Oh, ja, tuurlijk. Of course. Hallo, of course. Martijn. Hello, good morning. Hello, Michael. Maar via Play. How are you doing today? En dan gewoon Liverpool. Je gaat gewoon Liverpool kijken. Arnie? Ja. Nee, ja, Sjoerd, jongen. De trein dende door. Maar je ga je geen Liverpool kijken? Nou ja, ik ga er niet op zaterdag blijven voor niet voor thuis. Blijven, als hij naar een schuurfeest kan en Liverpool speelt tegen Everton, dan gaat hij echt naar de schuurfeest. Ja. Ja, nee, zo is leven ook, jongen. Ja, zo gaat het. Oké. Ik ga afscheid nemen. We hebben 3 hele mooie jaren gehad. Tot ziens in de groeten. Ja hoor. Ja. We hebben het allemaal al meegemaakt. We hebben ook Van Hanegem in zijn Calibra door de achteruitgang zien wegrijden. Dus die Arend Slot naar Liverpool, dat laten we geen traantje om. Ja. Hard. Heel hard dit. Het was wel, het is, ik ga meer dan jij wel missen. Ja, begrijp ik. Bij jou gaat 25 keer per dag die telefoon begint te trillen. En daar heeft straks Arend niet zoveel tijd meer voor op Anfield. Die moet even met Mo Salah aan de gang. Ja, even Martijn gaat even op tweede plan. Daar moet jij ook rekening mee houden. Maar ik accepteer dat. Dat is ook de top. Ik accepteer dat. Maar weet je wat, kijk, in vroege jaren, eerlijk gezegd, dat weet je zelf ook wel... Was je juichend door de straten gegaan, want het opende een universum aan snabbels dit. Je legt gewoon onder schuilnaam die hele Daily Mirror volschrijven. Toen de News of the World nog verstond. Ja, dan opende dit en dan had je gewoon een hele dakkapel aan je huis kunnen bouwen. Maar ja, die tijd is voorbij. Ik kon er niks over zeggen. Maar och ja, ik weet nog wel dat die Rob Beasley bij ons op de redactie kwam. Even bij Johan koffie drinken. Ja, stond hele Voetbal Internationaal stond de volgende dag in Engeland in de krant. Ga jij maar even naar John Heitinga en Ryan Babel. Want de Liverpool en dingen spelen. Liverpool en Everton spelen tegen elkaar. Maak maar even een dubbel interview. Ja. Ruim van tevoren inleveren. Ja, goed verhaal, jongen. Van Johan dan. En potverdomme 2 dagen later. Babel versus, weet je wel. World Exclusive. World Exclusive in News of the World. Schitterende tijd was dat. Ja. Wat een cowboy was het ook, hè, soms. Ja, schitterend. Ja.
Goed, nee, maar we gaan het wel volgen. Tuurlijk gaan we het volgen. En we gaan het ook becommentariëren van hele grote afstand. Dat is altijd het beste wat je kan doen. Makkelijkste wat je kan doen. Nee, maar voor mij wordt dat natuurlijk ook afkicken. Ja, voor jou is het zeker afkicken. Voor Slot is het nu Matt en John van de Daily Mirror, de Daily Mail. En Gary Lineker. En Gary natuurlijk. Hi Gary. De eerste crosstalk tussen Gary Lineker en Arne, daar zit ik klaar hoor, met een bak popcorn. Ja, maar dan blaast hij ze helemaal weg. Ja, natuurlijk. Dan gaat hij nog even... Ik acht hem echt toen in staat dat hij in plaats van Ibiza met zijn Adilettaatjes, dat hij nou gewoon in Cambridge stiekem Engels aan het studeren is. Ja, zijn Engels is al prima. Ja, is al prima, maar dat hij helemaal... Maak je nog even een... Dat hij gewoon met een perfect Scouse accent daar die persconferenties geeft. Net als die Catalaanse trainers bij Barcelona. Dat hij gewoon dat accent spreekt. In dat Duits Scouse. Hè? Aan mijn Scouse. Ja, jongen. Nou, dat moet hij wel doen. Want die Slot, Klopp was natuurlijk een meester in. Om daar als volksmanager daar een beetje... Dat is echt Jezus en Maria tegelijk in Liverpool. Ja. Wel mooi. Zo zijn ze ook een beetje klaar mee, hè? Met die Klopp nou na 9 jaar. Mooi is hij toch ook? Ja, zei hij dat? Ja, is Tita too bright? Weet je wel. Klaar nu. Ja. Maar 9 jaar volgehouden, ja, dat is natuurlijk wel een prestatie op zichzelf natuurlijk bij die club. Ja. En nu adviseert iedereen hem om niet de klassieke fout te maken door een heel contingent landgenoten mee te nemen. Nou, dat doet hij natuurlijk ook niet. Nee, Geertruiden ook niet? Ja, Geertruiden zou kunnen omdat hij goedkoop is, relatief. Ja. Nog een jaar contract en multifunctioneel. Ja. Maar je gelooft toch niet dat hij nog andere spelers van Feyenoord gaat meenemen naar Liverpool? Hij kan nou topspelers kopen als hij zou willen. En dat is natuurlijk zijn hele grote droom. Tuurlijk. Het is natuurlijk niet dat hij voor het geld gaat. Want hier, wat jij zegt, zijn salaris was hier natuurlijk ook. En dat vindt hij ook altijd vervelend om te lezen. Premier League waardig. Ja, je kan nu alles over hem zeggen. Hè? Je kan helemaal losgaan nu. Je hoeft met niets meer rekening te houden. Daar hoef ik niks over te zeggen, toch? Maar dat vindt hij vervelend. Maar het is wel zo. Ja. En nu gaat de Liverpool uiteraard meer verdienen. Maar zijn droom is natuurlijk om te kijken of zijn manier van werken en filosofie ook werkt bij een absolute topclub. Ja. Tuurlijk, joh. Daar is hij nieuwsgierig naar. Ja. Kijk, hij zit bij Liverpool op de bank en hij kijkt rechts en hij denkt, nou, ik hoef nou niet Ueda in te laten vallen, maar Núñez, kom eens even, ga jij er maar in. Zal hij die niet meenemen? Denk ik niet, maar dat is toch even wat anders natuurlijk. Want ik hoor altijd van Johan dat ze in Engeland altijd van die lange ballen geven. Oh ja? En dat er zo'n voorstopper staat zonder voortanden, maar dan kan je dan zo'n Japan pannen tegenover zetten. Dat zegt hij nog steeds. Ja, dat zegt hij nog steeds, ja. Misschien in League 2 of zo, maar... Ja. Ja. Nee, maar natuurlijk is dat... Alles is geweldig voor die man, joh. Ik zat me ook te bedenken... Die man moet toch ook daar op dat balkonnetje daar zo... Uitkijkend over die Maas... Enig moment hebben gedacht... Wat overkomt mij nou eigenlijk? Ik ben straks gewoon van Bangkok tot Miami... Zit gewoon de hele wereld aan mij te koekeloeren elke zaterdagmiddag. Ja, natuurlijk. Dat is toch niet te geloven? Ja, dat is mooi. Ja. Als Arne Slot nu, of tenminste nu nog niet, maar over een paar weken naar Seoul zou gaan. Of naar Hanoi of Milwaukee of waar dan ook. Dan kennen ze hem. Daar heb je allemaal sjoertjes. Die blijken allemaal van zo'n foto in de keuken te hebben hangen. Wat gaat er eigenlijk mee gebeuren? Ben je er al uit? Nee, ik weet het niet zo goed. Moet daar niet gewoon de nieuwe trainer hangen? Verbranden, joh. Nee, maar... Nee, de duivelsverse, nee. Gewoon de hens erin. Hij gaat niet uit mijn huis verdwijnen. Nee, tuurlijk niet. Maar Boeddha is toch ook al heel lang dood? Dan kan je dat gewoon... Dan kan je toch gewoon daar laten hangen. Okay. Met een klein altaartje eronder. Ja, zo. Ja, maar doe dan een beetje wierook eronder aansteken. Doe een heel klein, dik advocaatportretje ook erbij. Want anders vind ik het ook zielig ook. Ja, misschien ga ik hem naar mijn kantoor... brengen, want daar hangen al mijn... Heb jij wel als een student horen zeggen, misschien dat ik hem naar mijn kantoor breng? Ja, maar daar hangen dus mijn voetbalshirtjes. Wat zou er in godsnaam gebeuren in het kantoor, vraag je dan af? Ja, podcast op afstand met de achtergrond van allemaal voetbalshirtjes. Nou, ik heb net deze podcast, ja goed, dat weten de mensen natuurlijk niet, die begon ietsje later. Ja. Want meneer gaf... Vroeger juist, jullie waren wat vroeger. Waren wat vroeger. Ja. Maar meneer heeft net even college gegeven, hè? Je denkt, hij drukt af en toe op die rode knop met rek. En dat is het. Maar want Jort zit hier. Want daar Jort moet het overnemen. Het is net als bij Arne Slot. Het is niet over te nemen. Nee, maar ik dacht, je kan wel op die bank gaan zitten. Drukt op die hele grote rekknop. Ja, en dat gaat lopen. Als we klaar zijn, drukt hij weer op die rekknop. Ja. Maar het is veel meer dan dat. Er zit een hele filosofie achter. Het is net als Arne Slot. Je kan wel op dat bankje gaan zitten in die dugout. Maar dan ben je nog niet dezelfde tovenaar als... Nee. Dus het juiste moment, het juiste schuifje. We hebben ook trouwens altijd Rodecaster verkeerd uitgesproken. Hoe heet je dat? Dus Rodecaster blijkbaar, zag ik laatst. Nou, wij zeggen gewoon Rodecaster. Rodecaster. Een soort gegenpressung Rodecaster. Maar heeft er iemand over geklaagd of zo, dat je dat weet? Nee, ik zag toevallig dat Rood dat zelf postte.
Goed, dat geldt terzijde. Want die dombo's vanwege om ons merk verkeerd uit. Nou, weet je wat rood even moet doen? Jou zo'n nieuw apparaatje even toesturen. Dat vind ik wel. Ja. Die nieuwe, probeer maar even, Sjoerd. Ik wil die nieuwe eigenlijk wel, ja. Ja, natuurlijk. Ja, dat had er toch al moeten staan. Ja, dat had al klaar moeten staan met een grote strik eromheen. Gewoon huismeester Rotterdam ter attentie. Nou ja, van, als je gewoon doet Schieten Sjoerd Rotterdam, komt het ook aan. Komt ook al intussen, ja, al wel. Natuurlijk wel. Ja, Schieten. Zelfs Sjoerd hoeft er niet eens bij. Maar, Schieten Rotterdam. Of Schieten 0-10, dat is het snelst. Schieten maar het 0-10. Was wel fascinerend om te zien hoe twee andere generaties, allebei van een andere generatie, hoe die samen zo'n probleem dan aanvliegen en oplossen. Ja, maar dan gaan ze die digitale taal spreken, weet je wel. 1000 ASA, ja, 500 nee. Lux. Ja. Hele moeilijke. Gaan ze, mij denken aan, stekker, dan gaan ze elkaar stekkertje laten zien. Vinden ze ook leuk. Cape Canaveral. Kijk, ik heb een groter stekkertje dan jij. Laat ik die van mij zien. Ja. Cape Canaveral zat ik aan te dat denken. Dat is een beetje Apollo 11. Ja, dat is het een beetje, ja. He, dat staan ze met z'n tweeën zo zitten van... de space shuttle gaat zo de lucht in, jongens. En twee mannen die cynisch commentaar leveren ondertussen. Ja. Nee, we zaten onze ogen uit te kijken hoe jullie dat zo heel harmonieus... in een hele fijne, veilige werk. Ja, het was een hele fijne. Ze gaven elkaar ook geen kritiek, alleen maar opbouwende kritiek. Ja. En, ik zag wel bij Jord die mondhoek heel de tijd trekken, zodat hij wat wilde zeggen. Maar nee, maar hij hield zich in. Ja. Hij heerste zich. Ja, maar het wordt ook allemaal opgenomen. Dit gaat eerst naar de sensitivity group, hè, van VI. Ja, natuurlijk. Deze opname. Dit is niet om op YouTube te zetten. Dit is even kijken om te controleren of het allemaal hier wel veilig is. Is de sfeer daar? Feyenoord staat sowieso centraal in onze relatie, hoor. Want we hebben twee keer een huldiging meegemaakt. Twee keer tussen de mensen door moeten gaan, terwijl die helemaal niet per se een voorkeur voor Feyenoord heeft. Ik ben met Jord bij Kuxu thuis geweest, man. Precies. In de wolken. Hoe hoog zaten we? 326 of zo? Ja. Vloog een vliegtuig voorbij. Op een of andere manier. Waar was veel Feyenoord? In Rotterdam. Ja, ik kon zo zwaaien naar die mensen achter het raampje. Zo ze wonen zaten allemaal in die hoge torenflats. Ja. In de wolken. Ja. Hè? Ja, die ging zeker hard omhoog. Je oren zaten dicht, hè? Ja. Dus nee, prima vervanger. Het is wel een jongen uit Alkmaar. Een jongen uit Alkmaar, maar ja, hij staat daar gewoon bij de huldiging. Hoe was dat? Professioneel zijn werk. Hoe kwam er nog meer uit Alkmaar? Tenminste. Jan de Visser. Ja, en nee. Jan de Visser. Dat Slot natuurlijk. Ja, en Jan de Visser, die had het toch een geweldige, hoe noem je dat? Een geweldig liedje hadden ze toch van Jan. Weet Jan de Visser. Nee, hij is hier, hij is daar, hij komt uit Alkmaar of zoiets. Oh ja. Ja, dat was ook, moet ik altijd denken aan André Hazes en dat rijmwoordenboek, weet je wel. Zo is dat een beetje gemaakt, denk ik. Ja. Hey, maar luister eens, je blijft toch wel een beetje in contact met die Arend, zeg maar, zodat we echt inside Anfield nieuws hebben af en toe. Ja, als jij dat wil, maar mijn focus ligt natuurlijk wel op de nieuwe man. Op de nieuwe man. Mijn focus ligt nou helemaal op de nieuwe man. Ja, het is net als jij, ik bedoel, tuurlijk, joh. Afscheid nemen hoort erbij, jongens. Ja. Zal Pieter Zwart dan de Arne Slot-watcher worden een beetje? Ja, verwacht het wel, hè? Ja, verwacht je wel. Ja, dat hij dat wel veel... Nee, maar je hebt twee soorten journalisten eigenlijk. Je hebt de categorie die altijd contact had met alles en iedereen, hun hele leven lang. Dus die altijd kunnen bellen en zo. En je hebt de categorie, oké, we zijn klaar met elkaar, doei. Weg is weg. En ik begin toch heel erg te vrezen dat meneer Krabbenam tot de laatste categorie behoort. Nou, dat is niet helemaal waar. Want ik heb met de meeste oud-trainers van Feyenoord nog wel veel goede contacten, hoor. Nou, doe Arno erbij, joh, gezellig. Ik heb nog gewoon heel gezellig met Gert-Jan van Beek staan praten bij Go Ahead Eagles. Ja? Gert-Jan van Beek stond er voor het stadion van Heerenveen. Toen werd hij gebeld van, jij kent het Perez, ziek. Oh, daar komt hij. Auto in. Ja. Half uurtje later, drie kwartier. Ah, joh, topman is dat. Vond hij het weer niks? Gert-Jan van Beek is niks mis. Maar hebben jullie nog geen files? Beetje rondzwollen. Niet al te veel. Inderdaad. Echt een topman. Ja. Zo praat hij inderdaad. Een topman is het gewoon. Dat kan ook goed imiteren. En hij vindt het nooit goed, hè? Het voetbal. Dat vind ik ook wel mooi. Nee, vind het nooit goed. Nooit goed genoeg in ieder geval. Nee. Er zijn nog, die van Persie gaat naar Heerenveen, hè? Ik bedoel, wat denk je daarvan? Gedurfde stap. Is niet meer wat het geweest is. Heerenveen, scouting ook niet. Helemaal niet zelfs. Goed hoor. En daarna hebben we nog natuurlijk drie kwartier over Frits Korbach gehad. Ja. Heb je nog nieuwe verhalen gehoord of is het gewoon uitwisseling van de oude klassiekers? Ja, nou, wel een beetje uitwisseling van de oude klassiekers. Maar Gert-Jan was dan zeg maar een soort van assistent van Frits, want dat was toen in die tijd zo. Ja. En ja, laten we zeggen, Frits begon de dag vrolijk, zei je. Ja. Hè, met een, ja, met een kleine hartversterker. Met een kleine hartversterker, ja. En een hand pillen, zei je. Een kleine kickstart van de dag. Ja, een kickstart van de dag. Ja, dan ging het over gekke trainers, dat we die in Nederland niet meer hebben. En natuurlijk dat verhaal met Bert Jacobs en Frits in het ziekenhuis. Dat ken je toch wel, dat verhaal dat Bert Jacobs heeft al toch kanker. En die lag toch in het ziekenhuis aan zijn kaak of zo. Ja. Helemaal in de kreukels. En Frits kwam langs in dat ziekenhuis. En die Bert die lag helemaal toteloos in dat ziekenhuisbed. Net geopereerd of een chemo gehad of wat dan ook.
Frits grijpt onder de deken, ze pakken hem bij zijn kloot, pakken hem bij zijn kloot en zegt... Godverdomme Bettes, ze hebben je klokkenspel gelukkig met rust gelaten. Dat is toch precies wat je wil als je daar ligt? Ja, natuurlijk. Dat iemand je gewoon bij je zak pakt en zo'n opmerking maakt. Ja. In plaats van een bloemetje van de benzinepomp naast je op het nachtkastje zet. Ja, dat soort verhalen. Maar topman, Gert-Jan Verbeek. Echt een topman. Ook gewoon nooit kinderachtig. Het is wel jammer dat die Korbach had gewoon... Ja, iemand heeft hem wel een tijdje nog geïnterviewd en zo. Op het eind... Nou, niet echt op het eind van zijn leven, maar is de laatste fase van zijn carrière. Maar er had natuurlijk gewoon echt een reality soap met die man gemaakt moeten worden. Hè? In zijn, ja, zeg maar, op het juiste moment. Nou, dat had je dingen kunnen laten zien. Die geloven mensen gewoon helemaal niet. Nee. Die Korbach. Zo iedereen zegt, het was geen wondertrainer, maar elke speler, of het nou Pastoor is of zo, die nu trainer is, of Verbeek dan, ze hebben allemaal wat van hem geleerd. Ja. Hoe je zo'n groep mensen... Ja, ja, ja. En ze hebben zich allemaal de bal uit de broek gelachen, dat is ook niet onbelangrijk. En ze zijn allemaal lovend over zijn kwaliteit, inderdaad. Ja. Maar goed, ze zeggen ook allemaal dat hij altijd net één tandje te ver ging. Dat maakt het juist zo leuk. Ja, dat maakt het zo leuk. Ja. Meneer Korbach, dan mag je niet gerookt worden. Nou, dan mag je dus wel gerookt worden. Dat is dan ontzettend goed allemaal. Ja, we hadden het over die begrafenis in het Cambuurstadion. Dat Frits daar lag opgebaard op de sigaar. Ja, ja, en iedereen daaromheen dronk. Ja, nou niet eens eromheen. Nee, helemaal in een andere hoek. Dat was het merkwaardige. En Frits lag daar. Ja. Nou, heel goed. Nou, mooie tijd. Maar ik denk dat... Kijk, Slot heeft ook heel veel geleerd van Jan Evers en Henk de Kamer. Ja. Ja. Dus je kunt zo modern zijn als trainer als je wilt. Je kunt een student of the game, zoals ze dat dan noemen, kan je zijn. Yes. Maar die ouderwetse van een manier van even een groep bij de les houden. Hoort er ook bij. Maar hij, Slot, komt nu wel echt tussen soortgenoten terecht. Hè. Daarom heb ik ook wel vertrouwen in dat hij dat gaat redden. Die bedoel, die Guardiola en die Arteta. Dat zijn dat allemaal van die totale ook... freaks. Ja, toch? Natuurlijk. Maar dat is toch voor hem veel meer waard dan een salaris van 7, ja, 8 miljoen. Als hij kan twee keer tegen Pep spelen. Als, denk hij, je van, dat als hij van Pep wint. Nou, ik weet niet wat er dan binnen bij Arend gebeurt. Maar dan is zijn carrière geslaagd. Ja. Als de leerling de meester verslaat. Dit is natuurlijk de uitdaging. Deze man denkt in uitdagingen. Ja, dat is daarom het. Is hij toch ook van AZ naar Feyenoord gegaan. Ja, ja, Feyenoord lag op zijn gat en hij dacht, hij zag er een uitdaging in om er wat van te maken. Ja, maar daarom doet hij dit ook met heel veel vertrouwen, denk ik. Want hier zijn ook duizend... Dacht je dat hij aan twijfelde? Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Als zichzelf. Nee, die twijfelt niet, joh. Maar die kijkt er natuurlijk helemaal uit tegen de Serbiërs spelen. Tegen Arteta spelen. Ja. Tegen Pep spelen. Ja. Ja, dat is natuurlijk een droom. Ja. Daar moeten we natuurlijk bij zijn. En dan maar malen in maar schuiven zo. En dan maar... Ja. Ja. Ja, dat wordt wat. Maar die man weet natuurlijk helemaal niet wat hem verder boven zijn hoofd hangt aan waanzin. Die wereldwijd gaat ontketenen met dat Liverpool. Die landt straks in dat Amerika, ergens in eind juli of zo. Ja, ja. En dan breekt de gekte los en die houdt helemaal nooit meer op. Ja, die gaat met kerst door en met nieuwjaar gaat dat door. En dan gaan ze dan voor de gezelligheid nog een week of zes naar Azië. Ja. Man, die man wordt helemaal gek. Dat denk ik dus niet. Ik denk mevrouwtje Slot, die wel afscheid heeft genomen van Arend voor een tijdje. Denk die ziet niet? Hem even een paar jaar niet meer. Die ziet hem even een paar jaar niet meer. Ja, dat is maar gewoon... ik denk als één iemand het aan kan, is hij het wel. Ja, tuurlijk. Maar of die echt weet wat het echt betekent, ook de druk en zo. Dat ik weet niet of hij daar... Nou, maar dan kan je iemand niet op voorbereiden. Nee, dan kan je niet met iemand op voorbereiden. Maar wat hij bij Feyenoord natuurlijk ook heeft gedaan... Hij heeft gewoon zijn werktrein, was dat 1908? Ja, dat heeft hij handig gedaan. Hij afsluiten. Kwam nooit ergens. Hij kwam in 1908, daar kwam hij. Ja, in Engeland kan het nog makkelijker dan in Nederland. Daar ja, wordt het ook gewoon geaccepteerd. Dat je Melwood is helemaal afgesloten, kom je niet eens binnen. Je hoeft ook geen interviews te geven of nauwelijks. En af en toe een persconferentietje. Terwijl Liverpool wel een open club is. Want ik heb daar toch die Virgil van Dijk gewoon geïnterviewd. Ja. Zo, dus best wel een open club. Hmm. Maar... Kijk, dat heeft zijn wereldje, houdt hij gewoon heel klein. Dat heeft hij natuurlijk hier ook gedaan. Ik bedoel, als jij naar buiten kijkt met je verrekijker, het appartement hier van hem in, daar staat nog net een stoel, en een bed. En verder niks. Ja. Dus hij leefde op dat 1908 of hij zat in de auto naar Zwolle. Ja. En dat kan daar natuurlijk prima in het Engeland. Ja, en dan gaat hij in zo'n voorstadje wonen ergens. Toch? Ja, waar woonde, ja, dat klopt. Koeman woonde ook in zo'n... Ja. Maar ze wonen allemaal voorbij Manchester. Ja. Allemaal, het is ook zo'n enclave. Ja, hoe heet Dinges dat nou? Woont daar, hoe heet die gek van die Rooney en zo. Allemaal wonen klopt, ze daar. Klopt. En die gaan allemaal naar hetzelfde restaurant en zo. Maar zelf, ik denk dat zelfs Arend daar zich niet laat zien. Ik ben natuurlijk met Koeman, die woonde toen in het huis van, ook een of andere... Ja, ik ben er ook geweest.
In dat hele grote huis? In nou, niet in dat huis, maar in die wijk waar hij woonde zijn we toen gaan eten, ja. Ja, in, ja klopt. En toen zijn we naar... Daar woonde iedereen woonde daar. Dat was net zo'n die Hollywood tour, weet je wel, die je hebt. Dat je in zo'n bus zit en zeggen, hier woont Sean Connery en hier woont die. Dat heb je daar zitten, ook. Ze zitten daar natuurlijk wel gewoon... Daar staan ze die auto's te fotograferen. Ja, ja. Komen al die Ferraris komen dan... Dat vind ik ook wel wat voor Sjoerd, dat is een bijbaantje. Oh ja? Ja. Alteringham niet. Ja, het is, ik maakt niet uit, joh. Kan nou ja, ik kom er nog wel even op. Ja. Maar dat is... En toen gingen we ook naar zo'n... Dus even interviewen toen. Nou, we gaan even wat eten. Dus wij naar Italiaan. Die Italiaan. Ja, weet ik ook deze. Geweest. Ja, ja. Kijk de Italiaan wie er voor de deur staat. Oh, het is niet Mancini. Ja. Nou, dat doe ik niet open. Weet je wel. Ja. Maar Koeman deed die dan wel open. Ja, ja. En dan zit je daar. Dan zet hij een paar van die dingen op tafel en zo. En dan... Maar dat was inderdaad zo'n enclavetje. Ja. Ja. Ja, daar zou hij toch wel prima kunnen wonen. Tuurlijk, joh. En hij, wat je zegt, die man is verder, worden zijn gedachten beheerst door Liverpool. Want het is nogal wat om dat te managen. Is hij al mee begonnen? He? Is hij al mee begonnen? Natuurlijk is hij mee begonnen. 100%. Ja, ik denk 100%. Het ook. Ja, dat is wel grappig, want Liverpool is toch... kijk, toen die Klopp wegging, gaan ze natuurlijk een trainer zoeken. Zoals Feyenoord dat nu ook doet. En dan kijken dan puur... Eerst gaan ze gewoon data bekijken. Welke ploegen vallen nou op in hun lopen? Ja. Nou, daar kwam natuurlijk dat Sporting naar voren van die Amorim. Sowieso, de Serbië, zo kennen ze allemaal wel. Maar toen viel Feyenoord natuurlijk heel erg op. Ja. Uit de data van de Champions League vooral, maar ook uit de Eredivisie. Nou, dat vinden ze dan interessant, want dat matcht dan wel van hoe zij het zien. Nou, dan gaan ze kijken van wie is daar eigenlijk trainer? Oh, dat is Arnie. Nou, dan gaan ze die een beetje volgen. Ja. En dan zien ze dat ze een... Brazans goed is natuurlijk in de media. Nou, dan denken ze, oh, dat is ook een meevaller. En vervolgens laten ze hem dan een assessment doen. En dan kwam hij ook wel als beste uit naar voren. Uiteraard, als beste uit naar voren. Overachiever. Een overachiever. Arnie, die overachiever. Definitely an overachiever. Weet je waar ik me ook verschrikkelijk op verheug? Behalve dan op al die wedstrijden die we natuurlijk allemaal gaan volgen. Maar dat Liverpool, dat blinkt ook best wel uit in van die mierzoete, tranentrekkende, kippenvel opwekkende... social media filmpjes waarin een kind met één been naar binnen wordt gerold en dan gaat hij een soort zalvend praatje houden. Ja, dat is overal gedaan, hè? Maar dat doet hij dus geweldig, die man. Echt als een soort Hollywoodster. Maar dan gaan we dus binnenkort Arnie from Bergentheim gaan we daar in actie zien. Daar verheug ik me enorm op. Hè? Ja, dan komt er weer zo'n jongetje met een bril, die gaat hem dan scouts leren. Of, ja, ja, ja. Of zoiets dergelijks, weet je wel. Nee, dat klopt, ja. Dat is Liverpool heel of goed. Of een oud speler. Uit Ierland halen ze en zo, weet je wel. Dan, ja, doen ze altijd goed. Doen ze goed, ja. En die Klopp doet dat dus ook heel erg goed. Vind ik. Vind ik ook. Dat vind ik ook. Ik geloof die man wel, als hij dat... En daar is die Slot natuurlijk ook goed in. Hij is onder alle omstandigheden zichzelf. Of hij nou bij Rondo tegenover Van Basten zit. Of dat hij tegenover het zagrijnige gezicht van jou zit. Of Joep Schreuder. Of wie dan ook. Ja, of voor de Conference League finale was hij toch ook zo met cool. José. Was hij zo cool als ijs ook. Ja, natuurlijk. Ook na afloop, de teleurstelling liet hij ook niet echt heel erg blijken. Nee, wat José die naam gaat schreeuwen. Ja, of die andere gek die hem aanviel. Cholo. Ja, die mafketel. Ja, toen bleef hij toch ook... Toen bleef hij toch ook... Ook kalm. IJzig cool. Ja. En dan redde zich eruit met een grapje. Ja. Nee. Maar ja, het is wel waanzinnig eigenlijk wat jij zegt. Aan het begin zei van... Dat ze vroegen, hoe is die onder druk? Ja, weten we niet. Dus straks ga je dus meemaken dat iemand voor het eerst onder druk staat... als trainer van Liverpool in de Premier League. Ja, of niet. Ja, nou ja, je als hij daar gewoon alles ooit, in, staat hij daar ook ja, niet onder nee, maar ooit, ja, maar dat zijn we ook bij Feyenoord. Ja, nee, maar ooit gaat het gebeuren. Ja, ooit gaat Arne tegen een zeepert oplopen. Dat kan toch niet anders? Ik betwijfel het. Ja, maar jij denkt dat hij ook over de Noordzee gewoon naar Liverpool wandelt inmiddels. Dat sluit ik ook niet uit. Maar zo is het ook weer niet. Ik sluit hij echt gaat niet een uit. Keer, hij gaat een keer op zijn bek. Ja, maar dat zeiden we hier ook. Ja, maar dit is even 10 stapjes hoger. Nou ja, gaat wel. Hij tegen de Tovenaars spelen. Tegen Pep. De man die het voetbal heeft uitgevonden. Ja, die de bal heeft zelf. Dat Pep toch zich toch gaat. Als Arne van Pep wint, dan ik zweer het je, dan is zijn. Dan, daarna is het alleen nog maar downhill voor hem. Daar kan niks tegenop voor die man. Arne de tovenaarsleerling. Ja, de tovenaarsleerling. Daar kunnen ze wel wat mee denken. Arne de tovenaarsleerling. Zo, ik zie wel zo'n. Ik zie wel zo'n foto voor me toch met zo'n grote en zo'n kleine tovenaar. Ja, nee, dat hebben ze natuurlijk in die sun zo'n puntmutsel. Zo'n hoedje op. Zo'n staf. Toverstaf. Ja. Net als John de Pater ooit van Kieprits maakte. Oh ja.
Ook een beroemde foto. Zo'n hele stoffige... Maar jullie hebben een partij beroemd. Ja, we hebben al die Feyenoorders... Al die vooruit, ja, maar die hele verkleedkist van de kleine patertjes hebben we gebruikt. Ja, om die Feyenoorders aan te kleden. De keeper is als een tovenaar. De sheriff schiet met scherp. De beste is eigenlijk, vind ik, die... ken je die nog? Hij is nog steeds actief, volgens mij. Die Clemens Rikke. Voor Nieuwe Revue. Ja, die foto's die al van naam. Ja. Die maakte altijd hele... Die liet sporters altijd de meest waanzinnige dingen doen. Ja. Ik kan me een foto herinneren van Blinker en Tament. Die had hij bij de waslijn gezet. Bij Regie Thuis, geloof ik, in Zoetermeer. Of bij Gaston. Ja. En dan had hij plukjes haar met wasknijpers aan die waslijn gezet. Waarom? Ja, dat soort foto's maakte hij gewoon. Hele lijpe foto's. Maar wel goed. Daar hou je van, hè? Ja, dat vond ik wel leuk, ja. Ja, ja. Nee, maar zo zijn ze niet. Nee, maar ik vind die foto's niet. Maar ik dacht altijd, hoe krijg je ze zover? Ja, omdat ze gek zijn op foto's. Ja, ze worden geil van foto's, die voetballers. Ja, ja. Ja, nee, dat is waar. Just make sure the picture is okay. Werden ze maar zo geil van die interviews. Bonaventure. Ja. You can write down what you like, my friend. Just make sure the picture is okay. Ja. Oké, okay, Bona, komt goed. Michael Biku. Make him as big make as possible. Ja, mooi is dat, hè? Foto's zijn ze, vinden ze belangrijker dan een verhaal. Heel dom, eigenlijk. Overal waar ik met de pater binnenkwam en dat elftal van Vlaanderen was bij elkaar, hoorde je altijd Obiku zeggen: "Hey Johnny, where are my pictures?" Ja. Had hij er weer een paar altijd besteld. Altijd een bestelling gedaan. Een enorme vliegen hier. Ik zie het, ja. Ik weet ook niet hoe dat nou komt. Maar goed, we zitten in een soort Arne-vacuüm met die laatste wedstrijden. Vind je niet? Ik bedoel, de last dance, hè? Ja. En dan ook nog minder publiek bij de laatste wedstrijd, hè? Ja. De last dance van Arne. Ja. Hoe moet je die nou een beetje vormgeven? Hoe bedoel je? Het afscheid van hem? Ja, moet dat Noord-Koreaans? Heel de kuip klappen, weet je wel zo? Of vindt hij van wel? Ja. Ik denk dat hij het heel hinderlijk vindt dat de helft van het publiek er niet bij mag zijn. Of niet de helft, maar een groot deel. Die vakken, die ja. Ja, ik denk ja. Dat is wel vreemd, want het zou voor de eerstvolgende thuiswedstrijd zijn. En dat is PEC. Maar de straf is voor Excelsior. Maar goed, misschien komen ze daar nog op terug. Mm. Het zou wel mooi zijn als die laatste wedstrijd wel helemaal vol kan zijn natuurlijk. Tegen... Met de gele zijde, dat is heel het fanatieke gedeelte is er dan niet bij. Nee. Dat is heel vreemd, maar goed. Ja. Moet je maar even weer afsteken. Maar ja joh, die Arend, die is waarschijnlijk heeft de knop ook al omgezet. Die is al weg joh. Die is bezig met... Ja, natuurlijk. Maar je zou het bijna vergeten inderdaad dat hij nog op de bank van Feyenoord überhaupt gaat zitten. Ja. Even, gaan nog even het puntenrecord veiligstellen. Ja, dat interesseert toch helemaal geen dode hond. Ja, wel voor de zekerheid. Peter, geschiedenisboekjes. Geschiedenisboekjes. Ja, maar dat werkt toch niet bij die voetballers. Dan moet je wel heel veel van het puntenrecord, ja, nee. Dat boeit ze toch helemaal niet. Nee, maar ja. Vorig jaar ook na Ibiza. Lekkere bonus moet je erin gooien. 0-1. Maar puntenrecord. NEC en NEC wordt dan nog lastig. Die moeten natuurlijk wel winnen, maar... Die willen wraak zou nemen. Kunnen. Ik denk dat NEC wel wraak wil nemen. Wraak van wat? Dat hadden ze van Ajax moeten winnen. Maar ja, het type is weer zo'n ploeg, weet je wel. Ja. Rise to the occasion en een week later is het AZ. Een slappe hap. AZ was het... Slap Janussen. Weer slecht. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd hoe de last dance van Arend wordt vormgegeven. Zo'n heel mooi filmpje op Nobody Said It Was Easy, weet je wel, zoiets. Dat gaat Feyenoord wel doen natuurlijk. Met een zwaaiende harde van. Ja, nee. Als van je dat Coldplay. Ja, nee. Daar word ik ook heel erg moe van. Nee, maar dit luistert heel nauw. John de Wolf hebben het weer op zijn enkel laten tatoeëren. Wat staat er dan? Nobody said it was easy. Ja. Dat is toch mooi? Dat hoort wat erbij. Wat had jij dan verwacht dat erop zou staan? Van Sartre of zo. You never walk alone. Nee, gewoon niks. Gewoon niks, ja, dat vind ik ook, maar ja. Wat klas hier. Stuart, heb jij nou al een tattoo? Nee, ik ga het nooit doen. Nee? Tenzij er echt iets sinistera zo had je ingrijpends toch op je... gebeurt in mijn leven dat het misschien iets toevoegt. Maar ik zou het in principe nooit doen. En dan bedoel je de geboorte van iets of de... Geboorte van iets. Ja. Een zoon of dochter. Ik kijk wel wat eruit komt. Iets, zit je dan. En dan een datum erbij. Goeie naam. Maar na de geboorte van mijn dochter heb ik toch niet overwogen om er een tattoo op te laten zetten. Nee. Dat is wel een korte tattoo. Pip. Ja. Dat is wel een hele korte tattoo. Waarvoor zou ik het doen? Geen idee. Nee, ik denk het niet dat ik het zou doen. Ik ben niet. Ik pas ook niet bij ons. Mijn lichaam is een tempel, Stuart. Ja, dat ook. Wordt niet aan gefriemeld. Mijn lichaam is een ruïne. Gefriemeld wel, toch? Maar
Ja, maar dit zijn hele intieme vragen ja. opeens. Wat is het? We zitten toch niet bij, wat voor podcast ben ik nou beland dan? Jij luistert naar al die havermelk podcasts. Ja, dat is zo, ja. Ben je weer aan het shuffelen geweest? Nee, dit heb je niet zoveel in die parel gezeten? Ja, ik heb alleen maar aan die telefoon natuurlijk. Ja, ik heb de hele dag alleen maar lopen bellen in die auto. Dus ik heb geen eigen podcast. Bloemkooloor van het bellen, ja. Gary was goed, hè, trouwens, daarover gesproken. Maar Gary is altijd goed, dat zie je ook. Je weet gewoon, hij gaat lukken. Het begon al 's ochtends met die update vanaf de trainingscomplex. Met zo'n tickertape eronder. Ja, goed, hè, Gary. Gary. Zou die de donderdag zijn? Dat lijkt me wel. Openbare Arnie training. Arnie Slot is er. Nee, dat was vrijdag. Gary nee, wedstrijddag. Komende donderdag is openbare training. Nee, dat bedoel ik. Die Engelsen schakelen ook alweer door, Sjoerd. Ja? Ja, natuurlijk. Nou, maar ik denk dat Gary voorlopig nog niet wijkt van Arnie. Zolang die handtekening al niet op die stippenlijntjes staat. Supporters interview. Laat Gary niet los. Ja, maar het begon dus met Gary. Gary naar Rotterdam. Wat je weet, er komt een Nederlandse trainer. Gary rukt uit. Ja, tuurlijk. Je hebt zich eerst laten afblaffen door Louis. No! Nou, go away, Gary! Louis, hardloos de kies tot Manchester. Maar dat ging zo ver dat hij zelfs die Louis achtervolgde tot bij hun bed tot tam. Ja, natuurlijk. Gary laat nooit los. Kwam die keer geraasd, stond Gary weer. Ja, als hij even gaat pissen, staat Gary naast je. Ja. En daarna natuurlijk ETH. Ten Hag. Oh ja, Ten Hag. Can't say anything. Go away, Gary. Go away, Gary. Ja, toen ging hij achter die auto aanrennen, hè, Gary, met de microfoon. Ja, schitterend ook. Ja, nu heeft hij natuurlijk met Slot wel sinds vorig jaar een best speciale band, hè. Toen Slot hem even 10 minuten gaf voor een item in Sky Sports. Ja, maar weet je wat... In vlekkeloos Engels. Jawel, maar weet je wat nou het ware genie is? Dat zou ook een les voor Sjoerd zijn, als hij niet de hele dag Candy Crush aan het spelen was op zijn telefoon. Nee, maar weet je wat Gary, het genie van Gary is natuurlijk? Dat als Arne Slot stopt bij die bus en hem 10 minuten lang de les gaat lezen of een enorme uitleg geeft. Prima, dan beginnen ze te juichen bij dat Sky Sport. Maar als hij wegloopt en Gary achter hem aanrent en wordt tegengehaald, is ook prima. Is ook dus prima. Gary is altijd win-win. Kan niet mislukken. Alleen als hij met een leeg bandje terugkomt, dan is het mislukt. Maar dat gebeurt niet. Nee, maar dus Gary, maar het mooie is, Gary reed dus gewoon achter de spelersbus aan richting David. Ja? Reed hij wel rechts of reed hij gewoon links? Geen idee waar hij reed. Rechts, denk ik. Met de huurauto. Met de huurauto, van Hertz. Achter die auto. Wat is dat toch goed, hè? Maak nou eens een keer een verhaal met die Gary. Maar die Gary is dus achter dat hotel waar ze voor de lunch zaten. Dat hub met dat hotel en erachteraan. Gewoon naar binnen. Wachten tot die bus uitkomt. Ja. Weer deze maken onder zijn neus. Wat is het goed. Die trap op en vervolgens op de bus wachten bij Go Ahead. Alleen die bus kwam op een andere plek. Oh. Dus Gary stond eigenlijk van Jan Joker te wachten, maar... Toen had hij Jacco in het vizier. Oh, nou dat is toch ook goed? Ook goed. Dat zien ze in Engeland het totale verschil niet. Wij stonden daar een beetje te kijken hoe die Gary het allemaal deed. Want je dacht, nou mijn zuster bus komt, zien we het. En als er een bekende komt, zien we het ook. En ja hoor, dan gaan die lichten aan van die camera, weet je wel, flits. Ja, dan gaat hij beginnen. Gary in beweging, microfoon pakken en zo. En ja hoor, daar kwam Jacco aan. Ja. En Gary zo, your brother did that. En toen zei Jacco, I'm sorry, I know nothing. Oh, ook goed. Ja, ook een goede. Daar kan Gary ook wel wat mee. En toen hebben we nog even met Gary staan praten. Ik zei, Gary, je bent wel chef Nederland. Hè? Ja. Toen zei hij, Van Gaal, oké. Ja? Ten Hag, not oké. Zo. Dat is Terry's Arnie, Verdi. Yes. Ja? Duim omhoog zo. Maar hij spreekt toch wel Engels? Wat? Ja, je doet net nog of hij geen Engels spreekt. Nee, maar dat was gewoon een statement. Heel kort. Gewoon een soort Henk Evenblijd taal. Ja? Heel staccato. Heel staccato. Dus Van Gaal kon hij wel hebben, weet je wel. Want Van Gaal was natuurlijk een spel. En Van Gaal speelde ook wel een beetje mee, weet je wel. Dus daar kan hij wel wat mee. En Van Gaal heeft hem uiteindelijk volgens mij ook wel even te woord gestaan. Dus dat vond hij allemaal wel prima. Hallo, Gary! Ja. Au, Gary, au. Din it, I say, Gary. Ja, maar Ten Hag kan hij niks mee. Dat vond hij verschrikkelijk. Ja, dat... Die vond hij echt verschrikkelijk. Ik kan me wel voorstellen, daar kan hij niet van mee. Ja, en Arne is natuurlijk ook in de band van. Sinds vorig jaar met Spurs, dat hij gewoon die verhandeling kreeg van de kwartier. Maar Arne heeft natuurlijk een soort zesde zintuig. Die ziet die stropdas van Gary binnenkomen en denkt, die man die moet ik te vriend houden. Dat heeft hij al door. Dus ja. Gary krijgt af en toe een brokje toegeworpen. En dan blijft hij weer in zijn mand een tijdje. Gary, Cotterell. Ja, Sjoerd gaat een verhaal met hem maken. Ja? Ja. Als Nederlandse trainerspecialist. Dat tuurlijk, jongen. Dat is het mooiste wat er is. Mediapagina. Over Ten Hag en over Arne. Ja. Ga daarheen. Hou dat even vast. Dan gaan we dat zo even. We gaan jou even helpen met hoe je dat in moet steken. En dat kan nu. Dat kan later nog als Arne aan de slag is. Nee, daar, je moet het nu doen. Want anders doet iemand anders het. Nu is het hot. Nu is het hot, Gary. Over Deventer gesproken.
Dimta, ja? Ja. Wat is daarmee? Er zaten er twee in disguise, hè? Hoe bedoel je? Supporters. Bij de harde kern van Go Ahead. Ja, ja, met Filip. Ik kreeg een foto via van mezelf op de perstribune. Ik denk, hè? Ja, die komt zat hij achter dat doel? Komt achter het doel vandaan. Ja, letterlijk achter de paal zat hij. Nee. Ja, voor mij. Ja, ik zo, hè? Was het meneer met een Go Ahead sjaal om? Met een Go Ahead sjaal om? Ja, dat is wel in disguise, hè? Natuurlijk, undercover. In disguise. Als een soort, hoe heet die man ook weer? Bill Buford. Ja, tussen de tuig. Ja. Between Thugs. Ja, Between Thugs. In scoreboardjournalistiek zeg ik altijd, ik ben nog nooit bij Go Ahead geweest. Zou ik echt leuk vinden. Toen zei een luisteraar, die had twee kaarten voor een zacht prijsje. Toen dacht ik, twee dagen ervoor, nou, dan gaan we gewoon heen rijden. Daarom heeft hij ook, hij heeft nog steeds dat paarse truitje aan. Zo wordt alles voor hem geregeld. Dat is dan niet te geloven. Ja. Hij hoeft maar te kicken en de kaartjes liggen klaar. Als jij naar Anfield wil. Nee, maar ik vraag niks. Ze kwamen zelf. Ah. Straks zegt hij, ik ben nog nooit in OQ geweest. Zou ik wel een keer naartoe willen. A, is dat natuurlijk helemaal niet waar. Nee, oké. En B, weet ik niet of het zo werkt. Krijgt hij een telefoontje en dan liggen de badjassen klaar voor hem, denk je niet? Ja, hebben we straks een onderwatercamera nodig. het was wel volgens mij, ik ben helemaal voorbereid dat het een fantastische sfeer en het was wat matjes door de wedstrijd, denk ik ook. Ja, joh, maar dat is allemaal overdreven gedoe. Ook nou, gezeur over zo'n stadion in Woonwijk. Het was echt alsof je in Engeland bent. Ja, allemaal aardig wel, nee man. Ja, leuk stadion. In Engeland heb je prachtige stadions. Ja, nee. Dit is wel een mooi stadion. Een paar luisteraars ook, die zei ook verrader, net als jij, tegen mij. Ja, maar goed, het is participating journalism, hè? Ja. Dit is gewoon, kijk... Vergelijk een waar het onderzoek. Eentje zei, kan je nooit meer serieus nemen nu? Ja, dat is maar beter. Toen zei ik, dat is, ja, precies. Het probleem is natuurlijk dat hij natuurlijk alles blootlegt wat er op die tribune bij Go Ahead gebeurt. Wat dan? Wat gebeurt er allemaal dan? Weet jij veel? Misschien legt hij wel een heel, heel netwerk van wapenhandel of zo bloot natuurlijk. Hij is daar even geweest nu, dus hij weet precies alles. Eigenlijk vond ik het heel tof publiek en een mooie club. Tuurlijk man, het is een hartstikke mooie club. Ja. Elke keer als je daar komt is het een mooie club. En eigenlijk allemaal, nou niet allemaal, maar ze hebben wel veel halve Feyenoorders heb ik het idee. Feyenoord is daar wel een en allemaal aardige mensen. Op. Allemaal een praatje maken en zo. Nee, ik vermaak me altijd prima bij Ze hebben een nieuwe persruimte ook. Ja, dat was wel nodig ook. Helemaal, weet je nog, toen wij daar zaten? Nee, dat is nou heel mooi. De toegang is wel een beetje lastig, hele mooie ruimte. De stewards hou je wel hier en daar wat tegen als je de verkeerde richting loopt. En zo. Terecht ook. Ja. Nou, dat is helemaal niet terecht. Ja, die mensen doen ook hun werk. Nou, nee, dat is ook zo. Moet even John de Pater niet zeggen. Nee. Ja, ga eens opzij met dat achterlijke hesje. Ga weg, joh. Ja, je staat voor mijn beeld. Wanneer heeft u een kaart voor deze parkeerplaats? Ja, schoppaas. Ja, heb ik. Ik wil een gas geven. Ja. Weet je waar de Pater ook legendarisch in is? Echt een zesde zintuig voor de tv-camera lopen, expres. Dat deed hij ook altijd. Expres, het enorme hekel aan de tv-camera's. Aan die mensen zo? Nou, niet zozeer aan die mensen, maar meer aan het voorrecht wat ze hebben. Dat ze altijd voor mogen en privileges hebben. Daar ging hij altijd pontificaal voor staan. Moet je maar eens kijken. Heel veel beelden uit de jaren 90 zie je het net niet, omdat de Pater met zijn rug ervoor staat. Wat een man. Ja, de topman. Ik zou wel een kopje koffie lusten. Deze muziek uit. Ik wilde net... Ja. Kijk, we kunnen Jorn natuurlijk niet zeggen dat hij dat moet doen, maar het hoort zou wel lekker zijn. Het zou wel de carrière een kickstart geven. Zou de muziek eens achter kunnen en via koffie? Kijk, als Arne zo in Engeland... Als Arne zo in Engeland begint, dan zit het gebakken. Het is intrinsiek. Intrinsieke interesse in ons. Ja, heel goed, Jord. Ik heb Mario gevraagd of hij deze week wel kon. En? Nou, het kon. Dus als we daar één willen, kan het. Gaan we die zo bellen. Okay. Ja. Maar het was wel uiteindelijk... Kijk, we kunnen hier natuurlijk wel een hele lofstand gaan. Iedereen weet wat hij gepresteerd heeft. Ja. Iedereen weet hoe hij Feyenoord heeft laten voetballen. En waar gaat het... Dat vind ik wel mooi om over na te denken. Gewoon, waar gaat dat eindigen met... Hij gaat gewoon de Champions League winnen toch een keer? Wie is er toch al lang versteld dat hij dat ging doen? Ja, dat is waar. Drie keer zelfs, heb hij gezegd. Nou ja, we zouden ook best wel eens een keer een compilatie kunnen maken van een minuutje of drie uit onze allereerste uitzendingen toen Arend kwam, waarin we voorspellen dat het helemaal niks wordt met die man. Dat hebben we niet letterlijk voorspeld. Het scheelt heel weinig. Ironisch met het toverstafje en zo, dat is er geweest. Ja, maar we waren sceptisch. Moeten we toch van terugkomen. We waren wantrouwig, laten we het zo zeggen. Ja, maar dat moet je zijn, hè? Ja, je moet Dick was een held, natuurlijk. Dick is nog steeds een held. Dat is toch wel mooi, hè? Want ik heb ze toch naar gewoon Europa naar voetbal geleid. We kregen toen een hele stortvloed aan kritiek over Dick Advocaat en inmiddels vindt iedereen weer top. Zo gaat dat met Jorien van Erik ook. Ja. Die kon de stad niet meer in en nou wordt hij op handen gedragen. Als hij nu ook de stad in komt, Dick Advocaat, is het weer een topvent. Ja. Is altijd een topvent. Nee, daarom, maar dat hebben we goed te vastgehouden. Of jullie, ja. Dus ja, nee, klopt. Ja, in het begin, maar dat is het wantrouwen dat in ons zit. Hè.
Ja, hoort erbij. Eerst even laten zien. Ja, maar ja. Ook niet heel gek, gezien heel Feyenoord. Ja. Zo is het. Hm? Heb je het geregeld? Ja? Ja, top, jongen. De muziek staat uit. En, muziek staat uit en het ding is komt eraan. Ja. Dus ja, nee, jij vindt dat we er even naar terug moeten? Nou. Even een compilatietje. Het zou wel leuk zijn een keer. Om even te laten, even nee, maar nog één keer te laten horen dat we er echt heel weinig kijk op hebben, zou dat wel goed zijn. Ik kan wel even terug in de archieven. Maar we hebben toch nooit gezegd dat het helemaal niks zou worden? Nee. Maar hij is ook geen tovenaar, dat hebben jullie gezegd. Ja, dat hebben we gezegd, ja. Ja, ja, dat is het uiteindelijk. Maar nou, het leek me wel Mission Impossible toen ik voor het eerst doorhad dat, dat ik dacht van die man wil echt een heleboel op zijn kop zetten. Toen dacht ik, dat gaat niet lukken. Nee, maar sowieso. Dat dacht ik. Er was, en het is wel gelukt. Een redelijk uitgeklede slechte selectie die uit balans was. Heeft dan net Europees voetbal gehaald met Berghuis als sterspeler. En die ging weg. Ja. En dan heb je ook niet heel veel perspectief natuurlijk. Ja, ja, hij heeft het geweldig gedaan, die man. Ja. Gustil gehaald, Trauner gehaald, dat ging het lopen. Huisnes, ja, zo. Ja, maar ik vind ook gewoon hoe hij dat hij eerst heeft die spelers meegekregen, weet je wel. Toen die mensen in die club, toen de publiek, ja, toen weet de nog, pers. Toen er toch dinges kwam, toch? Uit, toen ze in dat beekje zaten met z'n allen, weet je dat ja, nog? Ja, toen ik terugkwam, het zat toch allemaal in jouw... In schroen, schroen of zoiets. Schroens, ja, schroens. Ja. En daar met squeezen en dingen. Ja, squeezen, ja. Door de bal heen, ja, jagen, ja, toch? Ja. Door de bal en ja, ja, toen kwam jij ook toch niet meer bij. Toen zei je, ze hebben nou iemand ja, aangenomen. Wat zei ik wel? Dat weet ik niet wat je allemaal zei. Ja, die ziet wel dat de dingen echt daadwerkelijk aan het veranderen ja, ja, zijn. Ja, ja. Q1, Q2, Q3. Ja, ja. Nee, dat klopt. Dus dat klopt, dat is zo. Dus het is ontzettend knap gedaan. Ja, het is heel knap gedaan. En Kevin is bezig met een afstrijdstune. Ja, ja, dat inderdaad, dat hoopte ik natuurlijk al op. Oh, Arne. Wel met de O's en hit, hè? Ja, wel met zo'n snik in zijn stem. Ja. Nee, dat, maar wie moet het nou worden? Want nu zijn we wel klaar met die Arend. We gaan even ja, Mario toch? Bellen. We gaan even Mario vragen of hij suggesties of heeft. Of hij al gebeld is. Maar ja. Hij heeft ook een trainersdiploma. Ja, hij is wel geweest bij Feyenoord. Ja. Nooit terug bij de club waar je geweest bent. Nee? Arend komt misschien nog wel een keer terug. Van Marwijk is ook teruggekomen. Dat is waar. Als hij maar niet mislukt in Engeland en dan in Amsterdam aan de slag niet. Gaat. Hè? Ja, dat sluit ik ook ja, niet uit. Ja, maar zie ik hem vooraan. Dat wel. Sluit ik ook niet uit. Nee, dat. En dan lult hij zich ook weer uit. En dat wordt het echte huzarenstukje. Oh, dat hij zich laat daar uitlult. Alsjeblieft slagen in buiten dat. Dus, dan hoeft dat niet. Hij gaat slagen, joh. Ja, natuurlijk. Okay. Genoeg gelul van de Feyenoord Watcher en de bestseller auteur. Het is tijd voor iemand die echt kennis van zaken heeft. Ja, hallo met Mario. Serieus, het is echt golfweer. Het is echt golfweer. Het is ook terrasweer trouwens. Het is ook grasmaaiweer, dus we maken heel weinig kans. Nee, thuis. Lekker thuis. Oh, ja, zijn aan het verbouwen. Oh. Zijn aan het verbouwen bij me thuis. Nee toch, wat zijn ze nou weer aan het doen? De Westvleugel. Ja, nieuwe badkamer. En wat zijn dan met die oude badkamer? Dus we zijn lekker bezig. Hey. Maar ik zat lekker in het tuintje wel, dat wel. Wat was er dan met die oude badkamer? Nee, er was eigenlijk niks mee. Niks meer. Maar oh. Ja, je wil wel eens wat anders, weet je wel. Dat heb ik nou werkelijk nooit. Dat ik zo gaan zwakker word en dat ik denk van... Nou, die badkamer van mij die is prima, maar laat ik hem toch maar even ik lekker verbouwen. Dat ook niet. Daar heb ik nou nooit last van, Mario. Ja, joh. Is toch leuk? Mario, zeg eerlijk. Eh? Astrid zei, Mario, de badkamer... Zouden we misschien zussen zo kunnen doen? Ja, toen stond hij al klaar, hoor. Nou... Het komt natuurlijk wel van hoger hand. Van hoger hand, van de leidinggevende kwam het. Ja, natuurlijk. Ja, ja nee, dan moet ik dat gewoon, en jij doet het goed, moet Mario. Het gewoon uitvoeren. Ja. Heel slim, gewoon accepteren, ja zeggen en ondergaan. Ja. Ja, ja. Dat heb, boek ja, dus je dat ook, heb ik ook maar gedaan. Boek je ook de meeste tijdwinst. Je kan wel een half jaar gaan zitten mekken, maar het gaat toch gebeuren. Ja. Dus ja, dan kan maar beter gelijk toe op je rug gaan liggen en overgeven. Ja, en de koningin zit in Zuid-Spanje. Met een graadje of 27. En ik met trillende oren zit ik hier naar een boorapparaat te luisteren. Ja. Moest je mee... Wat een perfecte samenvatting van jullie huwelijk. Ja. Wat al zo lang stand houdt. Geweldig. Ja. Heel goed, zo heerlijk. Gaat het. Moest je ook mee beslissen, Mario, over de kleur en zo. De tegeltjes en dat denk soort dingen. Zelf? Wat denk jij? Ik denk uiteindelijk dat van niet. Maar wel dat je even naar moest kijken en je mening geven. Nou, wij liepen Sanidum binnen en ik moest gewoon gaan zitten met een bak koffie en as deed de rest. Oh, lekker. Maar je kreeg niet dat ritueel wat Martijn bedoelt is van ze laten de eerste kleur zien. Dan moet je zeggen, dan kan je niet gelijk zeggen, ja neem die. Want dat is, dan verstoor wat je meestal wel wil. Ja, wat je wel wil, want je weet ook, daar komt het toch weer allemaal op terug.
Dus dan moet je helemaal mee in die folklore van, ja, dit is eigenlijk ook wel mooi. En dit is iets lichter, is ook wel een idee. Het is dus een hele rituele dans. Een hele rituele dans. En op het eind zeggen ze, ja, misschien vond ik die eerste toch mooi. En dan knik jij en dan kan je eindelijk naar huis. Ja, ja en om het je nog makkelijker te maken, komen ze met een kleurenwaaier met 143 kleuren. Ja, en dan weet je het helemaal niet meer. En in de tussentijd had je een spannende film kunnen kijken. Maar dat geeft niet. Nee, dat je gewoon, allemaal bij. Had je gewoon je handicap met 3 kunnen verlagen. Ja. Maar goed. Nee, dat dan weer wel, ja. Maar goed. Hey. Het is altijd wel leuk als het opknapt, toch? Tuurlijk. Hey, veel belangrijker. Wie moet het worden? Heb je erover nagedacht al? Nou, ik heb toch zondagochtend mijn mening gegeven bij het programma Goedemorgen Eredivisie. Ik noemde Pusic. Ja, en dat heb ik ook onderbouwd met het feit van dat het lekker zou zijn als er iemand doorborduurt op hetgeen wat Arne heeft neergezet. Die dus ook weet van hoe zoiets gaat, zo'n heel ritueel wat Arne doet. Nou, dat was Sipke, maar Sipke schijnt mee te gaan naar Engeland. Ja, Sipke gaat mee. En dan had je Pusic, en dan weet ik wel, Pusic zit natuurlijk nu op dit moment in de Oekraïne. Maar ik denk als hij de Oekraïne kan gaan verruilen voor Rotterdam-Zuid, met hetzelfde salaris en weet ik veel, dan ik vind die keuze niet zo moeilijk voor hem, toch? Voor hem niet, nee. Ik vind er ook wel logica in zitten, hoor. Maar Martijn is er meer van gesommeerd. Vindt hij het niks? Ik ben niet zo voorstander van assistenten dan ineens doorschuiven. Maar waarom niet? Waarom moet er nou weer een hele andere coach komen? Waarschijnlijk met een hele andere visie en hele andere dingen. Ja, omdat je een nieuwe Arne ga je niet vinden, Mario. Dus je kan misschien denken van, we gaan als club wel door op die kernwaarden die hij heeft neergelegd. Aanvallend voetbal en et cetera, veel energie. En dan zoek je een trainer bij die het misschien op een andere manier doet, maar wel hetzelfde brengt. Je vindt toch nooit een tweede slot? Die is er niet in Nederland in ieder geval. Nee, dat denk ik ook niet. Iemand die precies hetzelfde denkt. Maar ik had het wel omarmd als je iemand doorschuift die in ieder geval in dezelfde filosofie gewerkt heeft en nadenkt over die dingen. Maar oké, misschien is een hele andere visie ook wel oké. Maar goed, het is gebleken dat de visie en de manier van werken van Arne natuurlijk wel 3 jaar geweldig gewerkt heeft. Zeker, en dat moet natuurlijk ook wel zo blijven. Alleen ja, op details, weet je wel, als iemand zoals Dick Schreuder neemt, dan doet het heel anders dan Slot bijvoorbeeld. Maar het komt wel eigenlijk op hetzelfde neer, in de zin aanvallend voetbal, energiek, wat mensen tegenwoordig of de laatste 3 jaar natuurlijk hebben gezien. Daar moet je wel mee verder gaan natuurlijk. Maar waarom noem jij Dick Schreuder? Jij denkt dat Dick Schreuder een kandidaat zou kunnen zijn? Ik denk wel. Ik denk wel dat hij een kandidaat is. Hoe kom je daarop? Die is naar Castellanos gegaan in Zuid-Spanje. Die heeft het daar geweldig naar zijn zin. Die heeft enorm veel mogelijkheden om binnen 3-4 jaar gewoon door te stoten weer naar de hoogste afdeling. Dus jij denkt dat hij dan, ja? Ik denk wel dat als Feyenoord komt, ja natuurlijk. Zou jij nee? Okay. Nee, als Feyenoord komt, denk ik wel dat hij dat doet. Oké. Gaat hij later ik vind wat Slot nou naar Liverpool gaat, waar waarschijnlijk dit jaar geen enkele prijs gehaald wordt, ik denk voor een trainer heel erg goed. Hè? Dat je een mindere fase bij een club hebt waar je naartoe gaat. Ja. Maar de volgende coach die hier naartoe komt, die toch wel heeft te maken met de successen die Arne de laatste 3 jaar heeft neergezet. Ja, dat zal niet makkelijk zijn. Ja, dat is waar. Ja, dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Stevig. Ja, en wat blijft er? Wat gaat er nog weg? Maar goed, het voordeel is dat er geld is. Dus en ik heb best wel heel veel vertrouwen in de mensen die daar wat over te zeggen hebben. Dus ja. Ja, ik vind het heel moeilijk hoor. Je hebt Pascal Jansen die zonder club is natuurlijk. Je hebt Gio die nog geen club heeft. Ik vind het moeilijk. Ja. Echt moeilijk. Ik ben ook benieuwd. Maar ik denk dat de Kloeze al wel al wel wat gesprekken heeft gehad. Ik mag het ook. Anders zou het me echt heel erg tegenvallen. Nou, gesprekken misschien, dat weet ik niet. Maar wel een idee heb van hoe hij het wil gaan doen natuurlijk. Dat wel, ja. Dat zal dus toch wel. Ik denk nog niet dat er al een gesprek is geweest met de eventuele nieuwe kandidaat. Dan moet dan kijk, wel. En dat vind ik dan van jou heel slecht dat je dat niet weet. Zo, kijk eens even. Opeens een draai om je oren uit het niets. Dan word je even op scherp gezet. Ik kan ook maar één ding tegelijk. Dit is ook de Arne-methode. Ik ben net even altijd scherp zijn. Bekomen van het vertrek van Arne. Ja, dit is voor die jongen ook een slag, Mario. Denk je dat ik dan meteen de volgende dag uit bed stap van weer een nieuwe dag? Nee, dat blijft, draag je toch wel even. Dat is een litteken voor de rest van je leven. Ja, maar vroeger wisten jullie al dat jij en Mikos, die hoefde je maar te bellen. Je had het laatste nieuwtje. Ja, nou vertellen ze het alleen nog aan elkaar.
Ja. Ja. Nou, toen jij het is wel was, heel moeilijk, jongens. Toen jij tweede was, wisten we wel. Ja, toen stond alles lekker in de krant. Nee, ja. Mario kon je ook martelen, zei ook nooit wat. Ja. Nee. Maar het ging wel een stuk makkelijker, toch? De lijntjes waren kort, zoals dat heet. Ja. Oh, wat ik denk het niet. Maar ja, misschien begint dat deze week. We hebben natuurlijk vorige week al heel het gedoe afgerond. Ja, maar goed. Kijk, je kan ook niet te lang wachten. Je moet nieuwe spelers halen. Je zeker. Moet mensen kietelen. Je moet, ja. Ja, nou, heb je helemaal gelijk dat in. Dat gaat gebeuren. Heb je helemaal gelijk in. Dat kan allemaal niet... Ik ben echt benieuwd hoor. Ja, Jezus. Ze moeten veel doen. Hè? Ze moeten een trainer van onder 18, onder 21. Een hele nieuwe staf moeten ze samenstellen. Ja. Dus best wel een operatie. Een technische operatie die ze moeten uitvoeren. Ja, de enige die blijft zitten is de cultuurbewaker. Hè? Ja, dat cultuurbewaker vind ik ook goed. Blijft, ja, dat is goed. Dat is goed. Ja, en wij? Nee, dat is prima. Wij zijn ook cultuurbewakers. Prima. Ja. Wij blijven toch ook? Mario is ook een cultuurbewaker. Ja, en deze hele podcast is een soort cultuurbewaker. Krijgen we wel een nieuwe single volgend jaar? Tuurlijk. Ja, dat kan niet anders natuurlijk. Tuurlijk. Die wordt gewoon geschrapt, die Arendt. En dan maken we een nieuwe over Marinus Dijkhuizen, die dan de hoofdcoach is van Feyenoord. Kan oh, Marinus. Oh, Marinus. Dat gaat helemaal kut sinds jij zwaait met de scepter. Hey, maar wat waren we dichtbij in die arena, hè? Hoe kon je dat nou weggeven, Mario? Ongelooflijk. Ja, ja. Slap gedoe achterin. Not amused. Nee, dat was echt kut. Maar die twee aanvallers half erin en die verdediger half erin. En dan schiet zo die knot zo die bal binnen. Het was historisch geweest als hij daar had gewonnen. Ze gaven hem nog net geen bosbloemen, die Rens. Die zou door mocht marcheren, inderdaad. Die 16 in. Ongelooflijk. Van loop jij maar lekker door, jongen. Probeer het alles nog een keer. Maar ze dachten, ja, die schiet hij er toch niet in, dachten ze. Nee. Hey, en die VAR... Dat vind ik helemaal onvoorstelbaar. Hoe kan je dat nou niet zien? Ja. Van die guy. Ja. Dat is toch niet normaal? Maar ja, goed, dan had je met 9. Maar ja, dan had je het wel. Ik denk dat het dan wel gelukt was. Ik heb beter naar huis gaan. Het zou best kunnen dat het toen wel gelukt was. Ja. Het is nog spannend, jongens. Oh, nog 3 potjes. NEC thuis, Heracles thuis en dan naar de Kuip. Nou, dan ligt er een beetje aan of Feyenoord nog dat club dat puntenrecord kan pakken. Want anders zullen ze toch zeker Excelsior wel een... Dat zou... Ik vind wel dat zeg maar gewoon de trots dat Rotterdam 3 clubs in de hoogste... Dat moet toch zwaarder wegen dan het puntenrecord. Ja, wat de fuck is nou een puntenrecord? Laatste wedstrijd van Arnhem in de club. Ja, joh, er is geen hond. Arend zit al met zijn hoofd in aan de Mercy. Die kan hij toch zeker niet met een nederlaag kan hij toch een afscheid nemen van Feyenoord? Je moet het toch niet Excelsior mee. De tribunes afgesloten, toch? Ah, jongens, toch een geweldige. De tribunes zijn er dicht. Geweldige Robin Hood-actie. Gewoon, dan wordt hij helemaal legendarisch. Dus op zijn laatste dag offert hij zichzelf op zijn ego om Excelsior erin te houden. Nou ja, beter kan toch niet. Dat is helemaal. Nee, dat zou toch schitterend zijn. In mijn hoofd speelt het nu helemaal zo. Ja. Dat is die Rotterdam wel eigenlijk toch wel verplicht. Dat is mijn idee. Dan wordt hij echt ereburger. He, dan kan je hem ook gewoon burgemeester maken. Even een sleutel. Doet hij dat erbij? Een sleutel. Die zoeken we ook nog. We zoeken niet alleen een hele technische staf, maar we zoeken ook nog een burgemeester hier. Nou. Dus, ook nog, hè? Ja, ook nog. Misschien wat van Mario trouwens. Dus het golven door. Ja, een nachtburgemeester. Wel verruiming van de openingstijden, denk ik dan, als Mario het voor het zeggen. Totaal losgooien van die openingstijden. Kijk maar wanneer je 24 uur open. 24 uur economie. Alleen op de meent. Ja, een test. En de wijn goedkoper. En Barendrecht. Dan kun je om 6:30 ochtends even naar 1:08 of zo wat drinken. Ja, ik niet. Jij niet, want je hebt een trainingsbroek aan. Maar de rest van Nederland wel. Mensen die niet geweigerd worden, die zouden daar naar binnen kunnen, ja. Ja. Nee, het is jongens, de Kloes heeft iets te doen, jongens. Ja, die man heeft weinig vrije dagen gehad sinds hij is aangesteld bij het clubje. Dat weet ik wel. Nee, dat is waar. Ik moet wel zeggen dat hij het uitstekend doet. Ja, klasse. Zeker. Zeker. En ga jij nog een golfbaan op vandaag of wat? Of we blijven heel lang niet thuis? Hij moet toch bij die boormachine blijven? Nee, ik blijf lekker even op mijn gemakje thuis. En een beetje, ik moet nog wat dingen doen. Ik heb morgen voetbalpraat. Ik heb vrijdagavond Almere Heerenveen. Ik heb zondag Feyenoord Zwolle. Hoor eens even, zijn hoofd loopt om. Dus je moet je ook weer voorbereiden, weet je. Zo gaat het allemaal. Ja, Mario heeft altijd van die hele mooie A4'tjes bij, zeg maar. Ja, natuurlijk. Een schitterend handschrift. Een prachtig handschrift. Heeft hij alles staan. Bij wie zit je? Met wie zit je? Voetbalpraat? Morgen, ik dacht met Marciano en Jordi. Ja. Vanavond of morgenavond? Morgenavond, na Paris Saint-Germain, of Dortmund Paris Saint-Germain. Oh, ja. Okay. En vanavond ook even kijken, hè? Vanavond in Clash ook, hè? Oh. Ja. Zo, dat is dan wel lekker. Hè. Die bouwvakkers de deur uit. Die boor is neergelegd. Ja. Vrouw is uit Spanje. Gaat Mario op dat stoeltje zitten en dan hoor je op een gegeven moment...
Nee, wat? Zo erg is het niet. Wat nee? Nee. Waar je dan nuchter aan gaat zitten kijken? Twee keer. Hè? Ja, twee keer, ja. Die eerste voor de witte eerste wijn snel, die en die tweede voor snel. De limoncello. Ja. Dus ik weet niet wat er niet aan klopt. Nee, dat is een draaidop. Even dat is een draaidop. Even een draaibootje. Dat geluid kunnen we niet nadoen. Nee. Oh, dat is een draaidop. Godverdikke. Nee, maar het is wel een wedstrijdje vanavond. Zo is dat, ja. Het zou voor het eerst in 13 jaar zo zijn, of 12 jaar, dat Bayern eventueel geen prijs wint in een seizoen. Ja. Nee. Ja. Dat is, ja, dat is zo'n dingetje zijn. Je hebt zijn, feiten hoor. Weer op een rijtje, hè? Ja, dat is echt niet normaal, hè? Ja. Dat is niet normaal. Ik ben benieuwd. Kansloos in de meisterschaft. Kansloos geweest. Ja, en dat Leverkusen. Tuurlijk. Ja. Oké, nou, ja, we zijn wel helemaal rond. Het maakt ook verder niet uit. Ja, het maakt ook verder niet uit. Nee. Die Duitsers doen. Zo is gewoon onze drot, hè? Ja. We zijn met Arend bezig. Ja, nou, ook al niet meer. En wat zijn met Arend. We schakelen alweer door, Mario. Ja, Martijn daar al. Hij zullen er wel een keer heen gaan en daar een podcastje doen in Liverpool. Tuurlijk, Liverpool-Everton of Liverpool United. Nou, ik vond nu al een format aankomen. Met z'n drietjes. Ja. Nee, met z'n drietjes op een terrassie. Inside Anfield. Inside Anfield. Maar dan nemen we Sjoerd mee, maar dan nemen we ook One Take Thijs en Robbie Peters mee. Dan maken we er een multi dinges van. Inside Anfield. Een nieuwe docu. Met Mario. Nieuwe docu. Oh, wat een leuk idee, zeg. Dat is een goed idee, maar toch? Maar dan noemen ze je wel Mr. Bean, hè, overal waar we komen dan. Ja. Eigenlijk moeten we gewoon zo'n sticker hebben, zo'n Mr. Bean sticker met 5 sterren. Dat we overal die plekken afgaan, dat we vanaf het terras oordelen hoeveel sterretjes ze krijgen. Ja. Mario plakt zo'n ster op zo'n lichtmast, hup, we zijn weg. Heb ik je dat wel eens verteld, dat verhaal van Mr. Bean? Voor Mr. Bean. Nee, heb ik je dat wel eens verteld, dat ik voor moest gaan scouten voor Leo Pienakker. Leo had me naar Feyenoord gehaald als assistent. Ja. En ik deed die Champions League wedstrijden natuurlijk. Dus op een gegeven moment moest ik Chelsea gaan bekijken. Ja. Dus hij zegt, moet je auto huren en dit en dat. Die rijbewijsje laten zien is goed. Dus puntje, bepaaltje, ik ga daar zo'n... Oh, dat heb ik hier. Nou, bij Hertz ga ik daar weer naartoe. En ik zeg, hello, I'm Mr. Bean. Ging gelijk alle rolluiken naar beneden. Die wilde mij geen wagen meegeven. Dat heb je in Italië aan die bar verteld. Toen. Ja, dat klopt. Ik zat er gelijk net aan te denken dat jullie dat al een keer verteld hadden. Ja, maar de luisteraars niet. Wij vertellen elke week dezelfde verhalen. Schijnbaar heeft niemand dat door. Dus kracht dat maakt niet uit. Kracht van de herhaling. Ik was alweer door heel veel mensen om Insta waar ik was vorige week. Nou, we hebben je gewoon gebeld hoor. Ja, maar jongens, als ik niet weet wanneer, want het is bij jullie of dan, er is het geen continuïteit. Het is niet scherp blijven, Mario. Ja, je moet altijd aanstaan. Altijd op je voorvoeten bij ons, Mario. Ja. Het is gewoon Premier League. Elke dag is een wedstrijd. Ja, zo is het. Oké, jongens. Oké, Mario, nou rust lekker uit. Ja. En we zien elkaar snel, hè? Het is heerlijk weer buiten, jongens. Blijf niet te lang binnen zitten. Nee, joh, maar we zijn 2,5 uur bezig, dus we zijn al bijna op de helft. Ja. Oh, lekker man. Ja, hè? Nou, jongens, doe voorzichtig. Oké, tot snel, hè. En we spreken elkaar. Ciao. Doei. Ik zat te bedenken dat Go Ahead moet natuurlijk wel even dat jingeltje nog voor, hè. Van Martin Stoker. Ja, Go Ahead. Nou, even beoordelen natuurlijk nog. Oh, de nieuwe rubriek. Even gooi, ja, Go Ahead, ja. Daar gaan we nu mee beginnen. Nou komt die jingle eraan. Ik heb het eigenlijk al gezegd, maar... Ja, maar even officieel. Ja, natuurlijk. Luister even. Even luisteren. Ja, meesterwerkje weer natuurlijk, hè. Wat een drama, joh, dat parkeren hier. En die koffie is echt niet te zuip hier. Ja, sorry, meneer Krabberdam. Nee, er is helaas geen roltrap. Maar wel een broodje kroket in plaats van een kokkie. En dan nu. Welke club in Nederland of in Europa krijgt het predicaat... Dik voor elkaar. Ik weet niet wat ik beter vind, maar ik denk dat ik die gong in het midden in principe het best vind. Ja? Die hele harde klap op die gong. Ja. Boing! Goed, hè? Ja, dat is meesterlijk. Special effects. Daar zit het hem allemaal in. Ik heb natuurlijk net al wat over gezegd, Sjoerd. Kijk, parkeren is bij Coët nog wel een probleem. Drama. Dat is gewoon een drama. Want het zit in ieder geval... Maar, op tijd komen staat er een hartstikke vriendelijke man van de security. Die zegt, oh, je bent lekker vroeg. Zet hem even daar en daar neer. Nou, dan zul je natuurlijk vlak bij het stadion. Persoonlijke touch. Personal touch. Dat levert punt op. Ja, levert al punt want op. We moeten even de criteria vaststellen. Hè? Dus personal, gewoon als ze je naam weten of een knipoog geven. Dat was personal. En zeggen van, zet hem daar maar even onder. Naast die lichtmast. Prima, was goed. Dan ga je goede kant. Was goed. Nou, dan steek je straatje over, lopen zo naar het stadion. Ja, een nieuwe persruimte is natuurlijk ook plus. Ja, net opgeleverd. Fris. Ja, die oude dat was nog nat. Daar heb ik Arend voor de eerste hand geschud. Daar heb je Arend eerst. Dus, hey, zei hij toen. Hey. Ja.
Ja, blik van herkenning, hè? Ja, dat was toen heel mooi. Van twee professionals onder elkaar. Dat was een mooie... Twee beanarounds. Ja, natuurlijk. Onder elkaar, zoals jij altijd zegt. Ja. Ja. Heel mooi was dat. Ja, nu de nieuwe persruimte, wat ik zeg, de verf was nog nat. Maar was wel perfect. Wifi goed. Wifi je steekt goed. Zo binnen door, hup, perstribune op. Dus. Niet door een haag van boerende supporters. Goeie catering vooraf, ook niks op aan te merken. Nee, wat was het? Broodjes met, weet ik het, met allerlei dingen. Ja, prima. Ik heb niet genomen, maar het zag er goed uit. Niet moeilijk doen. Geen zeewiersalade. Nee. Een Turkse... Nee, dus de wifi was goed. Dus ja, ik kan over Go-Ahead, zeg maar, een nieuwe Go-Ahead, nieuwe stijl. Maar die paal voor je neus... Is prima. Ik heb geen paal voor mijn neus gehad, hoor. Dat dacht ik. Je zit wel een beetje aan de zijkant, ja. Maar oké. Okay, dat maakt niet uit. Ja. In dit geval, ja. Dus stickertje. Stickertje op de Adelaarshorst. Stickertje op de Adelaarshorst. Oké. Stickertje op de Adelaarshorst. Stickertje voor de Adelaarshorst. Doe jij hem even naar ze toe? Kunnen ze die bij de hoofdingang even op de schuifdeur pakken of zo, weet ik het. Nou, ik zou er een heel item van maken, eerlijk gezegd. Met de cameraploeg heen gaan, eerlijk gezegd, hoor. Maar goed. Nee, ik ben de eerste. Ja, maar hij. Oh, sure. Dus de officiële sticker. Misschien vanaf volgend seizoen een mooie ranglijstje maken of zo. Ja, dat kunnen we wel doen. Maar Adelaarshorst voor nu is goed. Kijk, we hebben natuurlijk die stadiontest bij ons. Alleen dat is door het oog van supporters. Nee, maar doen het door het oog van media. Ja. Dus even wat anders. Persoonlijke voorkeur. En dan zeg ik één ding. Dan staat het Philipsstadion niet op plek 1. Niet laag ook, maar... Zo. Dus helemaal een puntje van kritiek. Eén klein puntje van kritiek. Maar dan komen we volgend jaar wel, wel op. Maar... Ja. Oké. Ja? Ja. Oké. Nou, Sjoerd, dan ben ik heel benieuwd hoe jij... Ja. Het afscheid van Arne gaat vangen en dan de link legt met Engeland door. Nou, zet hem maar aan. Ja, moeten we eerst eventjes naar het belangrijkste van de show natuurlijk? Noord-VPN moeten we even doorheen. Ja, maar dat heb ik al helemaal klaarstaan, Sjoerd. Ja? Voor mijn vakantie. Tuurlijk, het staat helemaal... Ik heb hem bij mijn dochter op de telefoon gezet. Ik heb hem bij mijn vrouw op de telefoon gezet. Dat is het wel echt nodig. Het is natuurlijk altijd nodig. Ja. Dus die staat voorgeprogrammeerd en ik heb tegen Pip gezegd... Pip, als je nou YouTube wil kijken of iets uit Nederland... Nederlandse YouTube, even dat NoordVPN inschakelen. Even een paar zebrapaadjes wegklikken, dan weet je wel wat het zijn, toch? Nou, die klik je die weg en dan kan je kijken wat je wil. Je VPN'tje naar het land. En misschien ook wel om straks Arne overal te kunnen volgen tijdens je vakantie. Ja, als ik voor mezelf spreek, ik wil wel graag die voorbereidingsportjes... De Arne Connection. Ja, oprecht. Is over nagedacht. Later, die voorbereidingsportjes. Ja, dat is augustus. Dat speelt zich allemaal in Amerika af. Tegen die tijd gaan we het dan ook met bespreken. Dat is ook weer waar. NoordVPN is zo'n... Ja, dat hoort er helemaal bij. Ja, joh, je doet je zonnebrandcrème in je tas en je NoordVPN. Nee, maar ik bedoel... Ja. Kijk, en het puntenrecord. Als ze aan mij vragen van die podcast, hoe is het met Michel, hoe is het met Sjoerd, hoe is het met NoordVPN? Vragen ze nou dat tegenwoordig al achteraan. Als nummer 3 is NoordVPN, ja. Ik word heel moe van het NoordVPN inmiddels. Serieus. Ja. Ik word zo moe van dit gedoe. Ook nou die hand onder zijn kin. Ja. En dat oog zo half hangend zo. Ja. Het is gewoon, begrijp het is top. Ik ben al anderhalf uur bezig. Daarom geven wij... Nou, minder. Maar goed, Sjoerd, daarover gesproken. Het gaat weer in de koffer. Nu de schoolvakantie begonnen is, mijn vakantie. Heb je nog een leuke aanbieding voor de mensen van NoordVPN? Nou, nu je het zegt. Doe maar met die stem. Nou, nu je het zegt, dat is al heel goed. Gratis. Ja, dit is goed. Ja. Zonder risico en binnen 30 dagen geld terug. En financiële inzichten. Ja, ja. Die is echt. Moeten we even vervangen worden. Nee, helemaal niet. Het is een classic, jongen. Het is een classic. Dat is kult. Maar dat is 4 maanden gratis, hoge korting. NoordVPN.com/D voor elkaar. Mooi. Dan komt het helemaal dik voor elkaar, hè? Nou, wat gingen we nou doen? Even heel kort over cult gesproken. Mm-hmm. Jij vond jezelf vorige week opeens terug in de circus tent. Nou, inderdaad. Fenomenale foto die je me stuurde. Ja, ik had er eigenlijk bij moeten zijn. En wie zijn schuld was dat? Ja, mijn schuld. Jouw schuld. Was mijn schuld. Ik geef het ook helemaal alle schuld. Dus de man maakt je eerst gewoon maandenlang helemaal gek. Zet het in je agenda. Want het is in Maassluis. Het is in zijn dorp. Club waar ik gezaalvoetbald heb. Waar jij een zaalvoetballegende bent. Dat las ik in het clubblad. Of op de site stond dat, geloof ik. Nou, alles geblokt. Want we moeten... En van tevoren gaan we gezellig eten met Jan Boskamp en zo. Nou, iedereen was er. Jan was er, zijn vrouw was er. Frank Naughty was er. De voorzitter van de club was er. Maar één iemand was er niet. Dat was de grote initiatiefnemer Martijn Krabbelam. Ja, maar wat moet ik doen? Want die zat achter een paal in de Adelaarshorst. Ik heb jou natuurlijk op tijd op de hoogte gebracht. Ik had er alle begrip voor. De plicht riep. Het was misschien beter geweest om de hele operatie af te blazen en jij er niet bij was. Maar we hebben ons best gedaan. 200 mensen kan je toch niet in de kou We hebben gegeten. In het, Hoe ging in dat met Jan trouwens? Restaurant. In de lantaarn? Dat ging goed. Ja, maar Jan, Kijk, Jan is zo geliefd. Die zit gewoon aan tafel en als dan de telefoon gaat, dan neemt hij gewoon op. Maar ja, wel op zijn Jans natuurlijk. Ah. Hey,
Gewoon geschreeuwd door het restaurant. Ja. Maar het was heel gezellig. Wat is het is niet en te toen, groot. Het is wel een heel goed restaurant. Wat had Jan gebesteld? Wat had hij genomen? Top restaurant. Ja. Hij had asperges gegeten. Asperges gegeten? Met zalm. Met zalm. Lekker. Ja, toen wilde hij daarna ook nog een steak met BNS. Zelfs met maar helemaal afgeraden. Ja, ik dacht, we moesten nog presteren. Ja, dus, en toen kwamen we in een circus tent terecht. Ja, ja, nee, maar kijk, MSV is een klein clubje, maar dit doen ze wel fantastisch hoor. Ja. Elk jaar zo'n mega feestweek. Nou, en toen moesten we daar met Frank Naughty babbelen. Ja. En toen gingen we naar die wedstrijd kijken. Ja, dat was niet veel aan, moet ik zeggen. Go Ahead Feyenoord. Nee, dat was niet veel aan. Maar ik ging ook niet om die wedstrijd hebben, natuurlijk. We hebben ons best gedaan. Daar natuurlijk voor het totale pakket. Voor de beleving. Ja, even de trainer natuurlijk, even off the record spreken. Nou, ja, ik snap het. Dus moest daar, jij moest daar bovenop gewoon heen. Zitten. Ik moest daar gewoon heen. Gary aan het werk gezien. Ja, tuurlijk. Nee. Ja, dat is dat. Maar ik had het graag mijn bijdrage geleverd natuurlijk in die circus tent. Ja. Dus ja, we zijn te boeken. Ja, we zijn te boeken voor feest en partijen. En dan komen we gewoon opdraven en doen we een podcast. Dat was eigenlijk de bedoeling, dat we een podcast zouden doen. Nou, achteraf gezien dacht ik serieus, misschien wel beter dat we het niet hebben gedaan. Want het is toch een groot verschil om hier zo te zitten. Ja. Of in zo'n circus tent waar er gewoon, ja, ik snap dat wel in het Westland. De bar gaat nooit dicht, dus de bar blijft dan open, weet je wel. Dus iedereen staat er een beetje te zuipen en te ouwehoeren met elkaar. Dus zeg maar niet echt een veilige werkomgeving. Nee, maar ja, goed, daar zijn we niet anders gewend. Nee, dat probeer je toch gewoon te leveren. Altijd. Altijd leveren. Tuurlijk. Ja. Over leveren gesproken, Sjoerd. We gaan even dat verhaal met Gary even in de stijger zetten voor jou. Ja, maar dat is toch ABC'tje voor Sjoerd inmiddels. Skieten. Voor dik en voor die kleine wijfjes. Ja. Skieten. Vind de Volkskrant de onbetrouwbare AC-bode. En dan nu. Doe niet zo raar. Dit is de media. Skieten op de media. Je weet helemaal nergens van. Dat is voor mij de aller slechtste trainer die ik heb gehad. Je weet helemaal nergens van. Jawel. Ja, weet je dat Gary had een voorganger, hè? Wie? Ja, ik weet niet meer hoe die man heette. Het was een beetje een gezette man met een bril. Hij zat ook, die gasten die dat liedje hebben gezongen van Football's Coming Home, die twee. Skinner en Bedell. Die hadden vroeger zo'n heel goed programma. Waar ze die goals na speelden. Klopt, Phoenix from the Flames. Ja. Wat is dat goed, hè? Ja, dat is goed. Ja. Dat moet Sjoerd eens een keer, dat zouden ze nou eens een keer na moeten doen. Maar dan had je zo'n gozer, volgens mij heette hij niet iets van Angus van zijn achternaam of zoiets. Ja, dat kan wel dan. Ja, die had niet eens een huis. Die leefde echt met een koffer. En die ging door heel Europa al die wedstrijden en al die trainers af en zo. En die zat ook heel vaak in Nederland. Dan woonde die geloof ik in een hotel in Haarlem of zo. Dus dat was eigenlijk een soort Gary's voorganger was dat. Kijk je die gozer niet meer herinneren? Hij zat altijd op die bank bij die twee gasten in Engeland. Op zo'n sofa zat hij. Ik kan me wel herinneren, maar ik weet niet. Nou ja, anyway, die heeft de poort geopend voor Gary. En Gary is in dat gat gesprongen. En het zou wel mooi. Ik ben wel benieuwd naar Gary. Ik ga me even een tweetje sturen. Ja. Of een DM'tje. Gary, hier moet je nummer hebben dan. Ja, heb je hem? Nou, dan gaan we dat zo regelen. Nou, dan gaan we dat regelen. Kan je het niet live in de podcast even bellen? International Network natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hè? Gary. Even 24 uur met Gary. Dat is toch geweldig, Sjoerd. Hè? Dat is een goed verhaal. Ja. Gewoon minuut tot minuut wat die man daar hier eigenlijk doet. Want hij is nu in Nederland, neem ik aan. Of niet? Ik weet niet. Ik denk dat hij even terug is, hoor. Ik vermoed toch dat hij donderdag bij de openbare training richting PEC. Toch? PEC? Ja. Ja, dat hij er is. Haal hem op. Haal hem op van de luchthaven. Angus Loughran. Ja, dat is Angus hem. Angus, zie je wel. Ja, Angus Loughran. ja. Angus. Die woonde. Die man leefde in een koffer. Angus Loughran. Ja, zou die nog, die is misschien overleden. Ah, ja, sowieso over Van Gaal, Ten Hag, Slot. Tuurlijk. Dat is echt top. Nee joh, je moet hem helemaal niet over Van Gaal. Alsjeblieft, ja, doe het nou niet. Wil ik, nee, want dan gaat hij weer zeggen, dat weten we allemaal al. Doe wat dat nou dan? Niet. Hoe moet die jongen dat nou aanvliegen? Gewoon, nou eens haal hem op van de luchthaven. Beschrijf gewoon wat hij doet de hele dag. Van minuut tot minuut. Vind je het zelf niet een mooi verhaal dan? Ik heb wat anders te doen. Ik kan niet de hele week met hem optrekken of zo. Eén dag. Een dag is genoeg. Eén dag. Hey, dat is genoeg als hij op de hunt gaat voor Arnie. Ja, nee, niet van die quotes over die trainers, joh. Daar heb je toch helemaal niks aan? Ja, dat vind ik juist leuk. Ik wil die vader wel weten. Ik weet echt niet wat hij allemaal met Van Gaal heeft meegemaakt. Nou, niks. Want niks natuurlijk. Ja, hij loopt als een debiel achter hem aan. Hij weet helemaal niks van Van Gaal. Hij heeft hem nooit langer dan 1 minuut gesproken. Daarna is hij afgeblaft. Go away, Gary! Scary Gary. Scary Gary, ja.
En verder is natuurlijk donderdag is de Skeeter Willy live in het Philipsstadion. Oh, natuurlijk. Geweldig. Moeten we daar ook weer heen? Geweldige sfeer natuurlijk. En wie kan een kampioenstemming natuurlijk. Ja, dat gun ik ze wel. Doe een gitaartje mee zeker. Ja, Willy en René erbij. Live muziek van Guus Meeuwis. Guuske. Ik weet niet of het Guus komt. Ik weet wel Frank dat er Lammers. Één hele grote naam komt. Theo Maassen. Maar dat mag ik van Marco niet een zeggen. Een hele grote naam. Ja, Luc Niels. Luc Niels. Nee, ja, die is ook geweest. Wow. Het is hem niet. Maar Willy en René. Er is maar één grote naam bij of twee. Romario. Ik doe wat ik wil. Ja, maar dat kan niet. Die is weer in training. Die is weer in training. Ik score wanneer ik wil. Hij gaat weer voetballen, toch? Ja, gaat weer voetballen. 58, ja. Beste zoon. Ja. Tweede niveau. Geweldige acties had hij weer. Ja. Ik zag het alweer. Dat is toch niet normaal dat het nog kan. Die heb ik gehad. Ik heb geen zin in een podcast. Die heb ik gehad. Goed, hè? Nee, dus daar is een grote naam. Ja, grote naam. Dus misschien Huub Stevens wel. Misschien. Oh, die gaan we dan nog sturen. Maar die heb ik voor de special gesproken. Skeeter Willy. Dat is allemaal respectloosheid. Ja. Watergeus. En Stevens voor de special gesproken. Handschoen aangehad, man. Maar goed, gaan we een groot verhaal van maken van die Skeeter Willy live. Omdat er een grote naam komt. Dat is wel... Dat maakt me nou wel heel nieuwsgierig. Ja, een Nederlandse grote naam of een buitenlandse grote naam? Dat kan je wel zeggen. Een Nederlands grote naam. Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Ja, dat is hem. Ik ga verder geen... Gaat gelijk Ruud. De feestvreugde. Dat slaat als een boemerang terug, de feestvreugde. Ja, als een doodglas bier. Ja, zweverig lopen doen natuurlijk. Ja, die is een beetje... Hij heeft één keer iets zweverig. Die gaat zweverig lopen doen. Ja, meteen af bij Martijn. Ja? Ja. Die gaat een beetje paranormale dingen. Dan natuurlijk gewoon... Wat zei die nou? Soms is het iets anders wat het bepaalt of zo. De kosmos. Weet ik het. Maar je wil natuurlijk gewoon... Voetbaljongen. Willen ze daar natuurlijk een eind over nu. Ja, hoe gaat dat? Van links naar rechts. Ja. Feest in de tent. Het is wel gek, hè? Dat officieuze kampioen. Nee, ze zijn gewoon kampioen. We hebben ze toch ook al heel hartelijk gefeliciteerd ermee. Nee, maar officieus. Ja. Ik bedoel, je zit er nog niet met echte feestvreugde. Beetje ingehouden, zal het zijn. Nou, dat idee had ik niet naar Heerenveen. Nee, misschien is het donderdag gewoon een grote... Peter Bos wilde weer een foto met zijn spelers, hè? Wat wil die? Een foto met zijn spelers wilde hij weer. Ja. Wanneer? Na die wedstrijd tegen Heerenveen. Oh, nou, hadden ze een foto gemaakt met z'n allen. Waarom? Teamgevoel. Ja, teamgevoel. Net als bij de Europa League, hè? Toen ze de finale hadden gehaald bij Ajax. Ja. En wilde hij ook op de foto? Wilde hij ook een foto met zijn spelers? Maar hij doet alsof die spelers... dat is toch logisch dat je met je trainer op de foto gaat? Ik weet het ook nog. Ja, hij vindt het zo bijzonder dat ze met hem om willen gaan. Maar dat lijkt me toch logisch. Ik heb ook verder geen idee. Nee, maar goed. Dus dik verdiende kampioen. Of terechte kampioen. Dik verdiende titel. Kan ik wel zeggen. En volgend jaar Feyenoord weer. Toch? Volgend jaar. Nou, dat hangt ervan af welke koekenbakker er in de dugout zit. Gaan we even bepalen. Ik ga bekijken nog even. Dat gaan we nog even zien. We gaan helemaal... Ik heb ook wel wat zin in een hele frisse start. Ja? Ja, tuurlijk. Oh, is dat voor Arne ook wel? We reutelen nog wat na over die Arne volgende week misschien. En daarna is het gewoon weg uit onze gedachten. Zo is het ook. Maar is het af nog 4 weken? Ja, joh, maar dit boeit me nou echt niet meer. Ik ga weg. Ik weet niet wanneer ik terugkom. Volgende week ben ik weg. Ik ben ook weg. Misschien kom ik pas terug als er een nieuwe trainer is. Ja, zit er dik wegwezen, in. Wegwezen, koffer inpakken, weg is weg hoor ook. Ik ben weg. Ik hoef het hele NordVPN niet. Ik hoor het wel als ik terug ben. Dan koop ik gewoon een ouderwetse krant als ik over de grens kom. En dan zie ik wel dat Marinus Dijkhuizen trainer is geworden. Het is toch een beetje je verkering die uit is. Ja. Pak je spullen, move. Of dat je ontslag neemt bij VI. Kan ook. Dat je zegt, nou Johan, ik zal nog één mooi afscheidsverhaal. Daar is het gat van de deur. Lever je spullen maar in. Laat je auto maar staan. En, Verschillende gasten die dan een opzegtermijn hadden van 3 maanden of zo. Nee hoor. Je kan je laptop inleveren. Zeg maar, Christel regelt alles. Je auto maar op. Het station is daar. Ja, we verwijderen je e-mailadres. Je bestaat niet meer. De laatste trein naar Apeldoorn die gaat over 5 minuten, dus ik zou me opschieten. Ja, kan ook. Zo doen we met Arend ook hoor. Hup. Jij wilt toch zo graag naar Liverpool? Nou, dat gaat toch lekker? Ja, moeten door. Nou, wij moeten ook door met Feyenoord. En ik kan Feyenoord eindelijk topspelers halen. Dus ik ga lekker gewoon... En dan gaat hij weg. Ben ik weg en ik hoor het wel als ik terugkom. Hoe de vlag ervoor staat. Heerlijk. Oh. Jij zit ook lekker met je Adilettaatjes in de Azuurblauwe Zee. Maar kunnen die miljoenen luisteraars toch niet in de steek laten? Ja hoor. Ik wel. We moeten gewoon lekker podcasts blijven maken. Ja, nou nee hoor, ik ben even helemaal geen zin meer in nu. Ik ben even helemaal klaar mee. Aan het weg heb ik ook... Aan het weg, waar komen we in zo'n diep afwijn terecht? Die spanningsboog is gelijk ineens helemaal weg. Ja, dat is het. Nou, je bent helemaal voorbereid op een etappe in de Tour de France. En opeens staan er boeren met hooivorken op straat. De etappe gaat niet door. Dat je hebt je examen gedaan, je bent klaar. Maar nu, de grote leegte. Gewoon een nieuwe trainer. Ja. Ja, dat is niet moeilijk hoor. Grote leegte. Spanningsboog. Hele grote van leegte. Anderhalf uur dus. Dat zit nog prima. En dan moeten we helemaal opnieuw beginnen. Het helemaal beoordelen van die man. Zie ik wel weer tegenop hoor. Nou, inderdaad. Moeten we helemaal langs die hele lijst van ons. Wat hebben jullie zwaar. Ja.
Ik zie er echt tegenop. Ik heb echt tijd nodig om daaraan te wennen. Liedje zeg, ja, dan moet ik... En ook dat hele gedoe, weet je wel, kijk, alleen al het feit dat er al 5 keer het woord puntenrecord is gevallen, geeft al aan dat het werkelijk helemaal nergens meer om gaat waar we naar gaan zitten koekeloeren. Althans jullie, want ik ga er helemaal niet meer naar kijken. Dan ben je er helemaal klaar mee ook? Ja joh, dat is toch klaar nou? Wat moet je ermee? Last Dance. Of ja. Last Dance, wat is het? Ja. Ja jongen, het is wel, het is niet zomaar wat. Nee. Maar ja, de trein gaat door, dus ik ben het helemaal met je eens. En, ja, station en Liverpool. Ja. Uitgestapt, op volgende. Ja, de trein dendert gewoon door. En voor jou richting Duitsland inmiddels. Jij gaat heel voorzichtig je versieren op het... Ik ga eerst even vakantie vieren nog. Ja. En dan meld ik me wel bij Big Ron. En dan gaat Big Ron aan de slag. En dan gaat Big Ron jouw agenda bepalen. Gaat Big Ron mijn agenda bepalen. En dan kijken we wel of Big Ron überhaupt een paar goede spelers heeft om mee te nemen richting Duitsland. Wout Weghorst. Ja. En eerst moet die Sipke natuurlijk nog afzeggen bij Big Ron. Ja, dat kan. Ik denk niet dat Liverpool genegen is om daar... een uitzonderingetje te maken voor Sipke, hè? Of wel? Maar dan moet ze zoveel geld betalen. Zie ik me voor dat Sipke dan, stel ik me zo voor, die bal pakt dan de telefoon. Ja, met Ronald. Ja. Met Sipke. Je kan naar Liverpool, hoor. Ja, lekker dan. Je kan daar blijven. We zijn toch een project begonnen met z'n allen? Ja. Nou, Sipke denk... moet gewoon zeggen, hey Ronald, ik ga doen wat jij heel je carrière hebt gedaan. Ronald, er kwam nou toevallig bij mij ook een trein voorbij. Daar ben ik eens even op gaan zitten. Heeft Ronald er wel begrip voor, hoor. Dat denk ik wel. Het zou heel raar zijn als hij dat niet heeft. Tuurlijk wel, joh. En weet je wat ook het mooie is van die functie? Het maakt ook geen hol uit of Sipke er nou wel of niet bij is in Duitsland. Maakt echt niet uit. Ja, maar ik las je kan net zo goed een jas in de dugout houden. Ik las in het AD dat Sipke vanaf eind mei aan de speelwijze ging werken. Ah, bij ja, maar ja, wie moet het dan doen? Ah, joh, dat maakt geen bal uit. Jij kan het net zo goed doen. Bal onder de knie houden. 11-11. Hup. Ja, dat is eigenlijk wel, je hebt wel, als ik ze dat gewoon uren laat doen, dat positiespel, voetbal, de basis... Inslijten. De basis van voetbal is positiespel. Inslijpen. Ja, tuurlijk. Ja, misschien... Niet als een kip zonder kop met die bal aan je voet gaan lopen rennen. Gewoon op de goede plek gaan staan. Nee, dat is waar. Nou, dan kan jij ze wel uitleggen inmiddels. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Ja. En Big Ron en jij, dat is ook twee handen op één buik. Dat gaat goed. Ook weer zo'n trainer van Feyenoord waar je toch gewoon nog steeds een prima contact mee hebt. Hè? Zeker. Ja, jongens. Nou ja, het wordt een, gekke weken zo. Hey, en nou lees ik weer iets over die Wellenreuter. Wat hoor je wel eens over Wellenreuter? Dat hij weer een nieuw contract krijgt aangeboden. Ja, nou dan gaan ze Bijlo verkopen. Dat is één van de twee. Ja. Dat lijkt mij een goede keuze, hoor. Eerlijk gezegd, ja. Ik zou het ook doen. Ja. Heb jij nog iets in gedachten dan? Wie mag van jou dan trainer worden? Zeeman? Nee joh. Nou kijk, het ligt eraan hoe je het... Er is een beetje een soort... dus je wil voor Feyenoord zou het goed zijn als je gewoon een professionele trainer hebt die deze lijn voorzet. Voor de podcast zou het natuurlijk geweldig zijn als er een of andere koekenbakker komt. Of iemand die alles weer anders gaat doen. Dan hebben we weer wat om over te bouwen. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren. Nee, dat denk ik ook niet. Je hoort toch gewoon... Schreuder kandidaat. Poesiet is heel populair bij Toon en Sjaak volgens mij, hè? Ja, dat hoorde ik ook. Ik denk, nou jongen, laat Sjaak dat nou alsjeblieft nou niet hè? Vraag Sjaak gewoon nou hoe hij erover denkt. Sjaak moet helemaal niet, die moet alleen controleren of het allemaal goed gaat. Ja, dat is waar, ja. Maar ja. Die hoeft helemaal niet mee te denken, die moet het controleren. Ja, nou maar goed, Poesit is dus populair bij Toon en Sjaak. En bij de deel van de supporters. En bij de deel van de supporters. En als ze echt een Nederlander willen of een Nederlands sprekende trainer, dan zijn dat wel kandidaten. Pascal Jansen volgens mij aanbiedingen van andere clubs. Ja, en Potter stond vorig jaar volgens mij bij Feyenoord op de lijst. Ja? Dat lijkt mij dus heel leuk. Lijkt mij dus ook leuk. Zo'n Engelsman. Ja. Alleen ja, dan zijn wij natuurlijk, Mikkels en ik bijvoorbeeld, in Aap gelogeerd. Want ja, Dennis van Eersel spreekt natuurlijk veel beter Engels dan wij. Nou. Ja, die spreekt perfect Engels. Oh ja, is dat zo? Hoe komt dat? Weet ik het. Die is wel op school geweest. Ja, die heeft natuurlijk jarenlang aan school... Ja, die heeft hoger dan moeder MAVO. Nee, die heeft jarenlang zo'n festival gedaan. Ik denk dat het daar vandaan komt. Ja, dan spreek je alle talen. Mr. Potter. Hallo, Mr. Potter. Mr. Potter. Nou, maar jullie komen er ook wel uit. Jullie spreken toch de voetbaltaal, Mikkels en jij? Tuurlijk. Dus dat is toch internationaal? Een knipoogje en een ball under the knee. Mr. Potter, what do you think about 5 against 2? Ball behind the knee? Nou, niet behind the knee. Under the knee? Ja, ja. Not to the same... the same color? Color? Ja, color. What you think about nee, that? Nee, maar kijk, in het voetbal... Ik bedoel, zelfs de champ die kan een carrière in het voetbal krijgen. Maar die spreekt helemaal geen Engels. De champ? De champ.
champ zal zichzelf ook wel kandidaat vinden, denk je niet? De champ die zit naast de telefoon te wachten tot hij een keer gaat rinkelen. Ik denk dat Chris Woerts hem al even laat vallen. Super jongen! We hebben de champ trainer van Feyenoord gemaakt. Heb je van Chris? Nee, nog niet. Ga ik wel luisteren. Is het verstaanbaar? Ja, het is verstaanbaar. Oké, okay. En met wie? Met Jaap Stalenburg. Ja, maar hebben ze een gast of zo? Of met z'n tweeën? Samen met z'n tweeën. En dan gaat over tempo nemen ze het... Geld en voetbal. Ja, nemen ze de actualiteit door. Is dat begonnen? Waarvan Jaap zich dan een beetje aan de linkerkant van het spectrum bevindt. En Chris niet? Wat aan de rechterkant. Zou ik niet zeggen. Nou ja, dat is toch, doen ze ook politiek erbij? Doen ze ook gewoon... Ja, dat hoeft niet voor mij. Dat hoeft voor mij niet. Ja, één onderwerp. Nee, liever niet. Stemadvies van Chris Woerts. Doe gewoon waar je... stemadvies? Nee, maar meestal krijg je dat er wel bij. Zou je van mij ook stemadvies willen hebben dan? Nee, ik wil van helemaal niemand stemadvies. Dat doe je gewoon zelf wel. Zelf, ja. Ja? Autonoom. Autonoom. Autonoom kiezen. Ja. Ja, toch? Ja, jongen. Ik bedoel, ik ga ook niet proberen om je te veranderen. Nee. Dat is ook heel verstandig. Nee, maar iedereen die... Laat de Chris lekker praten waar hij een beetje verstand van heeft. Ja, politiek heb commerciële, van, commerciële toestanden in het voetbal. Ja. En in andere sporten. Ja, precies. Hij had wel Van Persie goed voorspeld. Wat dan? Nou, dat hij naar Heerenveen ging. Ja, ja, ja. Maar hij speelt toch ook al een tijd wel? Jawel. Die Helene niet, hè? Die had dat Rick Kruijs zou gaan. Wie? Die dacht dat Rick Kruijs... Wie dacht dat? Nou, die Helene. Oh. Nou, stond Rick Kruijs ook wel lange tijd op één. Alleen die Van Persie heeft gewoon iedereen weggeblazen in Heerenveen met dat gesprek. Ja, dus ze hebben met Stijn een goed gesprek gehad en met Rick Kruijs een goed gesprek gehad. En met die Robin hebben ze ook twee gesprekken gehad of zo. Maar ja, die maakte zo verschrikkelijk veel indruk. Ja? Ja. Wat, en natuurlijk wel. Wat maakte er dan indruk? Weet ja, je gewoon zijn inhoudelijk natuurlijk. Ja, babbelen ja. En zo. En dat kan hij natuurlijk ook. Ja. Je kan met Van Persie zitten en dan heb je een geweldig, geweldig interview. Zeker, had die Wenger erbij en Ferguson. En, nou, dat, hij had goede voorbeelden en zo. Goede voorbeelden. Intelligente jongen natuurlijk. Ja. Dus ik ben benieuwd bij Heerenveen. Ik ook. Goede stap en goed dat hij dat doet. Ja. Slim. Niet de makkelijkste club hoor. Om nee, helemaal niet. Maar dat is beter zo dan dat hij gelijk bij Feyenoord instapt. Ja, en, sowieso. Al had niet gekund. Dit is goed. Nee, dat kan niet. Dit is goed. Ja. Nou ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Misschien, volgende week zijn we er dus niet. Maar misschien de eerste keer dat we weer bij elkaar... Volgende week, hè? Ga je wat maken, hè? Volgende week, toch? Een soort slotspecial gaan we maken, ja. Van zijn tijd in bij Feyenoord en misschien in Liverpool. Met wie ga je dat doen dan? Pieter Zwart en Sully. Oh. En Sully? Ja, dit is toch een algemeen expert. Ja, buitenlands voetbal-expert natuurlijk. Die weet hoe hij terecht komt bij Liverpool. En Pieter tactisch. Oh ja, dus ondervang je het en zo. En eigenlijk willen we Michel even inbellen over wat hij met de stad heeft weinig gedaan. Weinig kans. Nou, hij zei wel. Ja, het ligt er een beetje aan. Het tijdstip is heel belangrijk. Oh, dan doen we het niet hoor. Oh nee hoor. Oh, maar die podcast gaat ook zonder meneer Van Egmond Groot door hoor. Ja, ja. Nee. Maar dan moet je wel... Ja, nee, maar wat hij met de stad heeft gedaan. Wel voor de lunch beter. Voor de lunch bellen, ja. En ook niet tijdens. Nee, maar wat hij met de stad en de podcast heeft gedaan... is wel leuk om nog even in de podcast te hebben natuurlijk. Net zoals je vroeger Frits natuurlijk... niet na 7 uur 's avonds mocht bellen van Johan. Nee, in ieder geval niet citeren. Je mag hem wel bellen. Het bestuur kent dus na de hoeren fixeren. En dus in principe, wat mij betreft, tussen de pleuris krijgen Martijn. Wanneer heb jij Frits gebeld? Ik zeg, ja Johan, een uurtje of 7. Gooi maar weg. Jammer. Bij Radio Rijnmond moeten ze Roep Jacobs ook niet te laat bellen. Altijd, ik zit net in een wijntje. Ja, dat zijn 4 wijnen. Dan is iedereen een stuk slechter opeens. Door die Frank Stout. Frank en Molsey. Ja, dan is hij een stuk slechter als hij Rob belt natuurlijk. Ja. God, die tirade voor dat die ballentent blijft natuurlijk ook legendarisch. Bobbejaanland. Goed, hè? Legoland, Bobbejaanland, ja, Carpetland. Ameland. Hij is goed. Ja, hij is goed, ja. Het Vlieland. Ja. Het beste is natuurlijk Rob Jacobs in gesprek met Frank Vijg. Dat zou eigenlijk de perfecte... Oh, dat was onze afsluiter natuurlijk. En dan heb ik hier nog een mailtje van Bommetje. Mooi, hè? U was een, fantastisch publiek. Ja, in die camera kijken. Bedankt Rob voor je openhartigheid. En nou zegt Rob Jacobs. Maar Jan Dirk. En nou zeg ik tegen mijn vriend en collega, Sjoerd Keizer. En tegen u was een fantastisch publiek. Goed hoor. Ja, dat is nu anders hè. Nu is het gewoon... Nu is het professionele handen van... Nu is het CNN. Nu is Bart Nolles. Ja, welkom. En dan gaat hij. En dan gaat Rotterdam. En dat zeg ik ook tegen... Barry van der Laan. Mijn gasten, wel bedankt.
Ja, dat is universeel. Daarom, dit is zo goed. Daarom doet hij natuurlijk ook maar via play, de goed werk. Ja. Ja, dit tuurlijk. Is gewoon universeel. Je kan hem ook voor Al Jazeera. Je kan hem ook bij, in Egypte bij de derby zetten, Bart Nolles. Je kan hem nu naar de Donetsk sturen. Ja, welkom bij het front. Ja. Je ziet hier links wat tanks. Ja, zo gaat dat dan. Ja, je kan hem overal... Toch later staat hij Op Koninginnedag. Daar is het koekhappen. En dan hebben we hier het steltlopen. Spijkerpoepen. Spijkerpoepen niet te vergeten. Nou, het is gewoon geweldig als je dat kan. Dat is toch verschrikkelijk goed, toch? En dan de muziek doet hij ook. Dat is pas multifunctioneel. Een medley van... kan hij ook nog. Dan gaat dat weer. Michael Bublé. Ja, kijk. En ja, dat is gewoon... Dat is polyvalent, zou Aad de Mos zeggen. Dat is polyvalent. En dan heb je de specialisten eromheen, zoals Frank Naughty. Die doet de dronken supporters die al 24 uur hun stem kwijt zijn. Die gaat hij dan interviewen. Wat kom je doen? Bier drinken? Ja. Waar hou je van Feyenoord? Wat is je Feyenoord gevoel? Ja, joh, het zit gewoon in je. Dan heb je gewoon verhuis uit. Ben je weggeboren? Ben je weggeboren, hè? Ik heb Naughty aan het werk gezien, hè? Ja, dat is ook schitterend. Dat is echt zo'n lil die scant gewoon waar lopen de zwakke antilopers. Ja, dat is net zo'n radar. En daar gaat hij dan lezen rechtop af. Ja, met die draaiende camera erachteraan. Ja, dat is knap hoor. Ja. Ja. Nee, laat die gasten maar schuiven. En altijd met hetzelfde enthousiasme. Hè. Dat is mooi. Is eigenlijk het belangrijkste wat je moet hebben bij de regionale Dennis omroep. En Dennis heb je dan... Dat je altijd ervoor gaat. Dat geeft dan toch ook goed gevoel. Hè. Kijk, volgend jaar... Rijmond is er gewoon weer. Ja, alles wij zijn er gewoon weer. Tuurlijk, joh. En er zit alleen iemand met haar in de dugout. Dat is het enige verschil, waarschijnlijk. En de rest blijft alles hetzelfde. En dat gekleurde bitplaatje aan de muur van de Kuip, hè, van het perscentrum. Ja, dat wordt nu zwart-wit. Oeh, dat is wel pijnlijk. Of zou het in je kleur moeten halen? Nee, hij wordt dat moet je even uitleggen. Er is dus een wall of fame, waar alle trainers van Feyenoord... Niet per se fame. Nou ja, wall of shame. Wall of shame. Alle trainers van Feyenoord. Alle trainers van Feyenoord. En de huidige trainer is in kleur... En die heel groot. Extra groot. En ja... Dat moment gaat dus komen. Moment, nou, nee, dat is de volgende dag al. Dat was bij Dick Advocaat, heb ik opgelet. Nee, we hebben nou toch nog een paar weken te gaan. Ja, maar zeg maar, als het laatste fluitsignaal, dan komt er een man met een hamertje. En dan, is het tot sinaas en de groenten. En dan wordt hij... dan wordt het een heel klein zwart-wit portretje. En dan gaat hij op in de rest van de trainers. Of en zou dat fotootje stiekem nog een beetje opgelicht worden als je er dan naar kijkt? Ja, als het aan hem ligt wel, maar dat gaan we niet doen. Nee. Nee, zo en zijn dan we niet dan Dick Schreuder in kleur, grote kleur. Ja, dat is ook weer even wennen. Ja. Dat is ook even wennen. Iemand stuurde, zou voor jullie podcast wel top zijn als Dick Schreuder komt. Want dan kan gewoon qua naam. We blijven gewoon dik voor elkaar. En alle dik. Al komt Pep. Dan gaan we toch niet opeens de Pep Guardiola podcast. Nee, blijf gewoon dik voor elkaar. Ja, ik denk wel dat Pep eventjes met zweethandjes zit in Engeland. Pep denkt, nou komt er echt een whiskit. Nou komt het over naar zijn leerling. Nou komt de nieuwe generatie van matroonblazen. Ja. Zou die een beetje starstruck zijn? Arend Martijn. Ik denk wel dat het speciaal voor hem wordt. Ja, hij is zo gek van die Pep. Ja, maar hij is natuurlijk al jaren bezig met een formule om Pep te verslaan. Ja. Ja, dat is waar. Dus nee, daarom zeg ik, als hij van Pep wint, dan is zijn leven geslaagd. dan gaat het daarna is het downhill voor Arend. Ja? Ja, dat kan niet beter. Hij moet minimaal tweede worden. Dan hoop ik wel dat hij niet wint dan. Ja. Want dan heb je alles al gehad. Dan blijft hij hongerig. Nee, als de leerling de tovenaar zelf verslaat... Een soort Star Wars, hè? Ja, wat precies. Wat een timing, trouwens. Ja. Kevin heeft zijn nummer net af. Godverdorie, zeg. Nou, wat een betere afsluiting kunnen we toch niet te hebben dan nu gelijk. Want wij hebben hem ook niet gehoord, hè? Hier hou ik nog van. Ja, ik ook niet. Maar ook gewoon... Dit is gewoon net als bij De Wereld Daardoor. Dat Lucky TV wordt tijdens de uitzending gemaakt. En de eindredactie kijkt er even naar. Nou, die hebben wij niet, de eindredactie. Hoe zou Matthijs dat dan hebben aangekondigd? Formidabel. Maar wij gooien dit gewoon ongezien de eter in. He? Misschien zegt hij hele erge dingen. Wat voor teksten die allemaal uitkomen? Wij zijn niet verantwoordelijk. Nee, wij trekken onze handen er gelijk van af als het enige controversiële toestanden oplevert. Kun je niet als een, zo zijn we ook een radio DJ even aankondigen? Wie? Jij. Nee, ik niet. Met een heel populair stemmetje. Nee, ik kan het niet. Poelman, ik haat radio DJ's. Kan niet als Eddie Poelman. Behalve Bram en Bram. Die heel veel lachen. Bram en Bram zijn... DJ's die heel veel lachen. Van die lach... Ja, daar word ik zo moe van. Dat gelach word je gek. Wat zijn meer die sidekicks? Bram en Bram, Bram zijn inhoudelijk. Bram en Bram zijn inhoudelijk. Nee, die wezenloze gesprekjes aan de telefoon. Ja, dat ze iemand bellen. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Of wat ga je doen? Ben je een boterham aan het eten? Ze zijn nooit iets interessants aan het doen. En ze gaan ook nooit iets interessants doen. Maar Kevin Steeslijn met Dag Arne. Ja, wacht even. Wacht eventjes. Nee, kan je niet zoals Johan doen. Wacht even. In 1957 had Kevin Steeslijn. Kevin Steeslijn is een wat was zijn werk? Ja, weet je wel toch? Onderwijsassistent. Ja, hij werkt in het onderwijs, heeft daar een podcast ook.
Kevin Stateslijn is een onderwijsassistent uit Louisiana. Die in zijn vrije tijd... met hoefijzers gooit en in drugs rijdt. Ja. Dus de neef van de in bassist van de Beatles. In 2024 ook maakte hij de hit O Arne. Ja. U kunt hem misschien kennen van zijn optreden in de Kuip nog niet zo lang geleden. Kevin Stateslijn met O Arne. Ah, jawel. Jawel. Nou, tot de volgende keer. Ja, doei. Ik ben benieuwd, Sjoerd. Wij komen dat je bijna, als het aan mij ligt, dat je daar geen eten in kan zetten. Nou, het zal geen geheim zijn, denk ik. Of misschien wel een geheim. Maar het lijkt me duidelijk dat ik graag naar Liverpool wil. Nu wacht ik af of de clubs tot een akkoord komen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in, eerlijk gezegd. Het zal de komende dagen ongetwijfeld duidelijk gaan worden. Na de bekerwinst werd het een feit. Onze leider zijn we nu echt kwijt. Ja, 3 jaar was je bij ons, we hadden veel succes. Van Madrid tot aan de hoofdstad, ze kregen voetballes. En spelers werden veel meer waard. Je zette ons weer op de kaart. De beker en de titel, je won ze alle twee. Je gaf ons onze trots terug, want Feyenoord telt weer mee. O Arne, jij stelde hier orde op zaken. Ja, het was dik voor mekaar. O Arne, druk naar voren en max één keer raken. Ja, het was dik voor mekaar. Dag Arne. Ik zie je tussendoor, mannen. Ik moet even die tranen maken. Ik moet even iets wegslikken. Heeft iemand een zakdoek? Ook in Europa deden we goed mee. Dus dat slotbal is een goed idee. Ja, 3 jaar prijzen winnen, het ging allemaal zo vlug. Maar niet de Johan Cruijffschaal, dus kom daar nog eens voor terug. O Arne, jij stelde hier orde op zaken. Ja, het was dik voor mekaar. O Arne, druk naar voren en max één keer raken. Ja, het was dik voor mekaar. Dag Arne. Bij Liverpool zijn ze sceptisch, dus schrijf ze bij de strot. Want ook daar gaan ze genieten, van avond Martijn Slot. O Arne, jij stelde hier orde op zaken. Ja, het was dik voor mekaar. O Arne, druk naar voren en maak. Is dit ook de nieuwe intro tune of is dit gewoon een afscheid? Ja, dit is gewoon een afscheid, Sjoerd. Het is keihard. Keihard. Zelf goed. Hier houden heel weinig mensen droog bij, hoor. Ja, maar ja. Ja, het was dik voor mekaar. O Arne, druk naar voren en max één keer raken. Ja, het was dik voor mekaar. Mooie uithaal. Ja, maar jij als poelman, moet jij daar nog wat zeggen? Het is de Arne Slotavond. Het is de Arne Slot Cup. Arne Slot, akkoord. Wat goed is dit. Schitterend.